Hallo oh, lieve luisteraars en kijkers, we zijn aanbeland aan het einde van seizoen 2 van de Best Social Podcast. Aflevering 24, als ik het goed heb. Dit is de podcast in Nederland over social media. Gesprekken over social media die je ook in de kroeg kunt voeren, maar dan zonder de dubbele tong of bier- en zweetgeuren. Al oh wel, dat valt nog te bezien. Uh, Jasper en Cato, die zijn er allebei niet bij deze keer, dus dan weet je dat ik wel een hele goede gast moet hebben om dat te compenseren. Nou, en die hebben we. Maar eerst. Dit is de laatste aflevering van seizoen 2. Dus uh, mocht je dit luisteren en denken: ik wil meer. Je kunt ook oude afleveringen terugluisteren. Nou, nu hebben we even een ranking gemaakt. Met de meest geluisterde afleveringen van de, uh, nou, de afgelopen 24 afleveringen. Um, dus die zouden dan misschien mensen ook extra leuk kunnen vinden. Dus een tip: als je terug wil luisteren, luister dan deze misschien eerst of niet. Maar doe met deze informatie wat je wil. We hebben een nieuwe, best beluisterde podcast ooit. En daarom wil, is het extra leuk om even te melden. Uh, dat is die met Rianne van Dorst, uh, nummertje 22. Uh, dat is nu de best beluisterde podcast ooit. En dan hebben we een strijdtoneel tussen drie uh, andere podcasts. En dat is Tim Hofman. Mijn <treeuwen> gast reageert daar al uh, een beetje op. Uh, uh, wellicht niet onterecht. Nee, schap, ja. Ja, de andere uh, twee podcasts zijn Lise Corpershoek 1. Dus de allereerste aflevering met Lise Corpershoek. En Lise Corpershoek Twee Oh mijn god, wie aflevering is deze meid? 13. Wie is die vrouw? Verder, Gwen van Poorten. Terecht. Ja, Fiesseveur. En, en daar zijn we heel trots op, onze speciale aflevering zonder een influencer. En dat was Het Experiment. Um, die staat ook in dit lijstje te shinen. Dus um, heb je die nog niet geluisterd, de aflevering Het Experiment, luister die dan eerst. Hey beste gast, je bent eigenlijk een vriendin van de show, zo mogen we je inmiddels noemen. Uh, je maakt voor de derde keer je opwachting in de Best Social Podcast. En dat zouden we ook niet anders willen. Hallo, lieve Lize Korpershoek. Hallo, Diederik. Mijn oma zei ook altijd lieve Lize, dus dat geeft me een warm gevoel. Adviezen van Lize, lieve Lize. Ja. We zitten ook met um, uh, een, een technicus die Lieke heet en een, een cameravrouw die Lonneke heet. Dus ik ben vanavond, of vanmiddag... Of wanneer je dit luistert. Een beetje de Lee outcast. Een beetje Liederik. Een Liederik, dat is leuker. Ja, je bent er inclusief. Ja. Liederik. Hé, hey, jij gaat bij mij volgende week de Best Social... Nee, niet volgende week. Over twee weken? Ja, nee, volgende week zoiets. Nou, binnenkort ja. de Best Social Awards presenteren. 2019, dat doen we voor de tweede keer. En uh, rondom de repetities uh, hebben we je gewoon weer uitgenodigd. Want de luistercijfers bewijzen dat je terug moest komen. Ja, nou en ik, ik vind het leuk. Ik, ga, ik, ik wou dat ik nu iets zei waardoor ik dat totaal bevestigde, maar het, ik vind het gewoon leuk. Maar luistercijfers spreken toch voor zich? Dus uh, wij luisteren gewoon naar onze luisteraar. Ja. Daarover gesproken. We hebben een reactie via WhatsApp. Mm -hmm. En dit is geen grapje, dit kreeg ik een half uur geleden binnen. Hartstikke handig, want let op. Hoi, hoi. Ik luister sinds een tijdje jullie podcast tussen haakjes in de sportschool. Zo spannend. En vind het fijn om naar te luisteren. Net zag ik dat Lise weer te gast is de volgende keer. En dat zijn toch wel echt mijn meest favoriete afleveringen. Nou! Ja, um, ik ben erg benieuwd naar het onderwerp deze keer. Nu al zin om deze te kunnen luisteren. Was Liefs... dit mijn moeder? Meike. Liefst nee, moeder Maaike. van Lise. Nee, oké. Okay. Nu uh, kan ik wel met vrij veel zekerheid zeggen dat wij waarschijnlijk terugkomen met een derde seizoen. Wel of niet met Lize. Dat hangt van deze luistercijfers <laughs> af. Dus like, subscribe, replay deze, replay deze aflevering tien keer. Zoals fans van artiesten dat op Spotify doen. Maar WhatsApp ons gerust nog even je mening naar um, 06-23-99-2158. Mag in tekstformat, zoals uh, Meike dat gedaan heeft. Mag ook uh, in een voice memo. Leuk. Oké, okay. dan... Wou ik graag beginnen met een vraag van Cato, Want Cato en Jasper zijn er vandaag niet bij. Nee, Jasper, door de stakingen die vandaag zijn. Als je dit ooit terugluistert in 2024. Ja. denk je, interesseert mij niet. Maar stakingen. er waren destijds stakingen. Ja. Toen, toen viel het, het, het kabinet een jaar daarna. Dan ja. hadden we helemaal geen, überhaupt geen bewind meer. En oh, <laughs> OV was gewoon gestopt ermee. Ja, überhaupt. Dus ze ja. denken stakingen. Maar er ja. was een OV-staking. Ja. Dus Jasper die kon niet. En Cato die is op vakantie deze week. Oh. Maar we hebben ze voice Memo's laten inspreken. Oh, wat leuk. Hallo, Lize en Diedrik. Um, hopelijk hebben jullie een hele leuke podcast nu. En hebben jullie het gezellig zonder mij en Jasper. <laughs> um, ik heb toch een vraag eigenlijk aan Lize, ook al ben ik er niet. Dus ik ben enorm blij dat ik deze brandende vraag alsnog mag stellen. Namelijk, ik zag op Insta dat jij naar Indonesië was. En wij hebben daar als volgers allemaal van mogen meegenieten. Inclusief foute vakantiekiekjes en tripjes naar een kattenhemel en een verhaaltje over een, over een aap. Um, ik heb erg genoten, genoten ervan. Ik vond het heel erg leuk. En ik vroeg me af: dit was natuurlijk ja, echt genieten om daar doorheen te klikken, omdat je echt een verhaal vertelde. Um, maar hoe gaat dit eigenlijk in zijn werk? Zeg maar, het klinkt heel erg werkachtig dan. Maar je was natuurlijk op vakantie. Bedenk je dan vooraf al van: Oh, dit wordt echt een leuk verhaaltje. Hier ga ik een verhaaltje van maken. Ga je dan 15 seconden schieten zeg maar, in filmpjes? Of laat je het in je filmrol? En laat je het pas in als je geafterzund in je, in je Airbnb ligt? Of hoe, hoe doen jullie dat? En vooral ook: heb je daar bijvoorbeeld met Tim ook afspraken over gemaakt? Hoe jullie niet heel veel tijdens de vakantie op je telefoon zitten. Want ik kan me voorstellen, dat het is natuurlijk ook een hobby om content te maken en verhalen te vertellen. Om storytelling te doen. Nou goed, dat vroeg ik me af. Hebben jullie schermtijd of uh, hebben jullie iets van. Nou, leg nu even je telefoon weg. Of ja, nu mag het juist wel. We gaan nu even onze story delen. Ik vroeg me dat af. En ook vooral van hoe, hoe zet je het erin qua volgorde? En hoe denk je, denk je daar heel erg over na? Of denk je wat zijn dit allemaal voor vragen? Ik kleur het gewoon op. Ik ben benieuwd naar het antwoord. En veel plezier nog bij deze opnames. En tot bij de awards. En oh ja, wel voorzichtig doen trouwens. Uh, niet letterlijk een been breken, maar wel heel veel succes. En ook tijdens de voorbereidingen. Oké, okay, tot later. Doei. Ik vind het zo grappig dat het net klinkt alsof ze in een soort Grieks appartement met, uh, met stenen vloer zit, wat helemaal wit is, dat even inspreekt. Zo, zo klonk het een beetje. Ze is nog in Nederland. Ah, oh, oké, okay, check. Ja. Maar ze is nog aan het voorbereiden. Maar ze klinkt heel Grieks. Ja, ze klinkt super Grieks. Ze zei ja. zelfs een keertje os achter een woord waar het helemaal niet hoorde. Um, nou, goede vraag, Cato. Ja, uh, nou, ik weet niet of het een goede vraag is, maar ik heb er in ieder geval een antwoord op. Um, ik uh, begin even met de telefoontijd. Ik uh, had bedacht dat we de eerste 24 uur, als we op vakantie waren, geen telefoon zouden hebben om lekker te detoxen. Nou, dat is totaal mislukt, want uh, ik moest nog een of andere post doen. En, Hoezo? Uh, ja, ik had. Uh, uh, een opdracht binnengekregen van Oatly. Dat had ik gedaan. Uh, terwijl ik weet je, nog, de vorige podcast had gezegd dat ik uh, nooit meer iets met merken ging doen. Uh, maar dit. Het uh, gaf zoveel geld. Het gaf zoveel geld. En het was voor een, uh, een merk wat ik gewoon daadwerkelijk meen. Ja. Uh, dus dat, uh, dan is het wat makkelijker. Dus het, het is toch melk of niet? Ja, het is uh, havermelk-oatly. En ik uh, mocht weer dingen doen met mijn katten. Dus nou, dan, uh, ja, ik vind zo... tegenwoordig mag ik allemaal reclame maken met mijn katten de hele tijd. Dus dan, nou, oké, okay, maak ik wel reclame. Ja. Um, Dirk en Danny heten ze. Je kan op ze nee, Ik kan niet meer op ze stemmen. Uh, maar, uh, uh, dus dat was helemaal mislukt. En toen vervolgens hebben we wel, omdat ik me er best wel aan irriteerde dat Tim veel op zijn telefoon zat, hebben, heb ik uh, gevraagd of we soms ons telefoon thuis lieten als we iets gingen doen. Oh, maar dan krijg je geen foto's maken. Nee, dan konden we geen foto's maken. Dus er zijn ook dingen gebeurd die je niet op Instagram hebt gezien. Omdat wow. we onze telefoon niet bij ons hadden. Wat? Ja. Ja, dus dat. Uh, dus ja, er is wel een soort van telefoonregime geweest. In de vorm van af en toe, dus dat ding uh, de hele dag in de kast leggen. Uh, en uh, ja, qua. Het plannen. Uh, nou, kijk, ik vind dingen maken gewoon super leuk. Dus, dus dat gaat gewoon inderdaad automatisch. En dan ben ik een beetje aan het schieten. En soms zie je in één keer iets wat inderdaad een verhaaltje kan worden. En dan neem je het op. En dan kijk je later inderdaad wel of je het post of niet. Dus je post nooit ad hoc volgens mij. Hè? Jij mm. denkt meestal maak je daarna een soort van. Uh... Ja, de, de op vakantie, of... ja, op vakantie vond ik het leuker om in het moment niet bezig te zijn met een verhaal te maken. En deed ik het pas als ik later. Uh, ik bedoel, je hebt heel veel tijd op vakantie, als ik op het strand lag of zo maakte ik er wat van. Um, maar thuis doe ik heel vaak gewoon wel dingen posten. Maar op vakantie werkte deze. Ja, dus er zat wel een soort van maniertje achter. Dat je dan uh, een beetje doet, maar dat het niet wegneemt van het moment als je het aan het doen bent. En daarna maak je er iets leuks van. Heeft uh, met social media bezig zijn jou het gevoel van minder vakantie dan op zo'n moment? Of vind je het wel gewoon leuk? Mm. Ja, ik denk, ik denk als je het helemaal weg zou halen, social media op vakantie... dat ik inderdaad misschien wel wat meer daar zou zijn. Maar ik vind het ook wel echt een leuke hobby om verhaaltjes te vertellen... en mensen in te lichten over dieren die hulp nodig hebben en... Uh, uh, de, de, weet ik veel een stompretpark waar we heen gingen waar vier mensen werkten en uh, wat allemaal uit elkaar viel dat vind ik dan toch wel grappig en daar heb ik wel veel lol aan dus het, het neemt wat weg maar het brengt ook wat zijn er ook dingen die je echt niet met je telefoon of social media doet op vakantie uh, nou in mijn kont stoppen nee uh, even denken wow. <laughs> ja, wat doe ik nou niet op vakantie met telefoon uh, ja, minder bellen is duur nee ja ik heb echt geen idee Nee, maar ik, ik, ik heb, ik heb, we hebben zelf ook een podcast daarover gemaakt, nummer 14. En als dit toch de terugblikaflevering is of zeg maar afsluiting van het seizoen, dan, uh, dan zouden mensen die nog kunnen luisteren voordat ze op vakantie gaan. Maar uh, oh, ja. ik, was er vrij, uh, ik ben er vrij uh, streng mee. Met je tegen je vriend? Nee, met mezelf oh, ook. Oh ja. Ja. Ik probeer dan echt even helemaal niks. En ja. bijvoorbeeld inderdaad alleen dingen te fotograferen video. en video dan later. inderdaad. Uh, ja, precies. Dat je, je mobiele omlaan. data gewoon uitdoet. Dus uh, nee, de app zelfs verwijderen of helemaal ja. naar je achterste scherm schuiven. Ja, dat heb ja. ik inderdaad. En de mobiele data van een paar apps uitzetten. Ja, hier. Precies, dat dat niet zomaar laat. Ja. Um, ja, dat is ook wel fijn. Ik ga einde van de maand uh, met nog wat vrienden de wildernis in. En dan heb ik een week lang geen telefoon. En dat, uh, daar kijk ik eigenlijk wel wow. naar uit. Wat ga je doen? Uh, ja, gewoon bij een oude molen zitten. Ja, die, de vader van een vriend van me, die heeft een oude molen gekocht. En dan gaan we. In Nederland? Nee, het is in Zuid-Spanje. Oké. Okay. En dan gaan we daar een week lang zitten. En we gaan met vier koks op vakantie. Dus ik hoef oh. echt, oh mijn god, het wordt genieten. En, en moet, je dan, moet je je telefoon inleveren of is daar gewoon geen bereik? Geen bereik. Ah. Heb je dan een soort noodplan ook voor als er nood aan de man is of zo? Of heb je. Een EHBO-doosje? Nee, ja. Uh, volgens nee. mij, als je de berg omloopt, heb je wel bereik. Oké. Okay. Je kan wel bellen, maar geen internet. Dat is het eigenlijk. Oh, prima. Nou, ja. dan, uh, ja. in een noodgeval zou ja. ben je gewoon bereikbaar. En mama nog even bellen. Appje. <laughs> SMS'je sturen, niet appje. Um, nou, bedankt voor dit antwoord. Ik denk dat Kato heel tevreden hiermee is, nou, hopelijk. Uh, dus we kunnen door naar uh, Jasper. Hallo, Lise en Diet. En ongetwijfeld uh, alle miljoenen luisteraars die momenteel aan jullie lippen hangen. Hey, je zou bijna vergeten dat er voor ons ooit een hele lange tijd was zonder social media. En ik vind het dan ook wel interessant om over na te denken en eigenlijk om jullie de vraag te geven. Uh, welke overleden legende, of gewoon persoon, zou waarschijnlijk een fantastisch account zijn geweest om te volgen? En waarom? Dus welke legend of welk bijzonder persoon uit het verleden uh, zou erg fascinerend, interessant, leuk of, ge of geweldig zijn om te volgen. En waarom? Nou, ik ben benieuwd en ik uh, hoor het ongetwijfeld wel. Groetjes en uh, veel plezier nog. Joe. Joe. Uh, nou, zeg het, wat. <laughs> Jij mag eerst. Ja, ik dacht bij <laughs> deze dus. Oh, ik laat me verrassen door de VU's, Maar hier was het misschien wel fijn geweest dat ja, er mensen Voorbereiding. Hè? Ja, ik denk een beetje aan een soort Alexander de Grote of zo. Weet oh, je wel, echt ja. zo'n type waarvan ik überhaupt me niks kan voorstellen hoe de maatschappij toen was. Dus ik vind, ben zelf niet heel erg zo. Ja, over Hugo de Grote. Into the Beatles of uh, mensen van oh, de jaren ja. 6780, denk ik. dat kan ik me nog wel iets bij voorstellen, maar daar kan ik me echt niks bij voorstellen en lijkt me gewoon heel tof. Ik vind ook best wel uh, bizar dat het koningshuis zo best wel actief is nu op social media. Fascineert me best wel. Ik zou het ook heel tof vinden als bijvoorbeeld Amalia een Instagram zou nemen die ze waarschijnlijk wel heeft, maar dan stiekem. Ja, maar uh, wat dat fascineert me, omdat je er zo weinig van weet. Dus dan krijg je tenminste echt uh, inzichten die je anders niet zou hebben. Terwijl ik denk bijvoorbeeld David Bowie of. Uh, Prins had hij social media? Misschien wel, weet ik eigenlijk niet. Nou, maar die deed waarschijnlijk niet heel persoonlijk, die zat niet te vloggen of zo. Maar dat, dat zijn van die levens waar je niet zoveel van weet. Dus daar zou ik het dan het leukste misschien van vinden. Dus ja, zo'n Alexander de Grote of zo'n geschiedenispersoon wat zo bizar aanvoelt. Wat er toen allemaal gebeurde, lekker op olifanten, landjes veroveren. Adolf Hitler. Ja, zelfs in de films die je terugkijkt, denk je, ja, maar zo was het toch niet? Ja, dat je dat zo'n 300 kan... als je zo'n film kijkt van die massa de, de, het ziet er altijd uit alsof kan toch niet dat dat zo was. Nee, ja, precies, maar in, en ook dan kijken wie dan uh, heel grappig of was geweest ja misschien was of Alexander dat... echt een enorme ja. cloud ja je weet het niet ja ik moest dus door jou gelijk denken aan hugo de groot die is toch ontsnapt uit slot loevenstein het zou echt een hele spannende real life instagram soap geweest zijn ja of je dan tijd boekenkist... hebt om stories te maken ja maar die boekenkist waar hij oh, ja. gestapt is zoals stories maar ik zit nu in de boekenkist ja maar ja goed dan ja, dan dat... was wel snel ik denk dat hij dat later geüpload heeft ja, ja. ja net zoals ik op vakantie inderdaad um, ja, en ik word dan heel emotioneel uh, in mijn antwoord gelijk ik zou natuurlijk uh, mijn vader is heel veel overleden ik zou zijn oh. in Instagram wel wow, yeah. willen zien. Yeah. Uh, maar goed, dat is al heel persoonlijk. Heeft jou, jouw moeder heeft Instagram. Oh toch? ja, dat is niet te filmen. Als in van, dat is echt heel grappig. Die. Die had vroeger al fotoboeken met alleen maar de katten, het huis en de blo bloemetjes in de tuin. En dat is nu haar Instagram geworden. Oh. Dus daar krijg je constant uh, updates van. En ze schrijft in het Engels, omdat ze één Amerikaanse volgster heeft. <laughs> ze schrijft alles in het Engels, maar het is een soort steenkolen Engels. Dus wil je gewoon lachen en genieten van echt een superlief account? Add Petra Korpershoek. Uh, nou, daar komen die miljoenen volgers. Hè? Pas ja. maar op, Petra. ja. Ja. Veel selfies ook, die net, sorry, ja, niet oh. heel <laughs> flatteus zijn, maar wel heel Vindt ze het erg dat ze ook volgers via jou krijgt? Nee, ze vindt het prachtig. Ze appt me wel eens en dan zegt ze, chol," zegt ze vaak, tjolies, ik heb weer tien volgers erbij. En dan is ze heel blij om, of dan zegt ze, oh, het gaat niet zo goed. Dan vraagt ze eigenlijk gewoon of ik een shout-out wil doen. Dus nu oh, doe ik een hele lief. grote. Ja, ze, ze wil toch graag naar duizend volgers, volgens mij. Hoeveel heeft ze? Ja, volgens mij echt 700 al. Laten we even kijken. Laten we even naar Petra Koorbezoek op Instagram gaan. Dit is een extra goede reclame als we nu langer over door blijven praten. Ja, precies. Nee, dus, want dan kan ik ook even een leuke knal. Mijn moeder heeft bijvoorbeeld ook uh, Prinsjesdag. 780 hoor. Ja. Ja. Prinsjesdag heeft ze uh, verslagen vorig jaar. Door, de, door, de, door het scherm te fotograferen. Dus ze heeft een soort van negen foto's van het televisiescherm geüpload. Maar als ik het zo bekijk trouwens. Ik zou als ik bijvoorbeeld haar een workshop moest geven. best wel complimenteus zijn over haar Instagram hoor. Ja, toch? Het is best wel goed. Ja, het is heel consistent. Je weet wat je krijgt. Ik krijg selfies, katten, bloemen en Ja, maar en je eten. ziet wel dat als een foto van zichzelf veel meer likes dan zo'n kat. Ja. Maar ze hebben natuurlijk niet zulke foto's van unieke kat als jij. Nee, dat... Om heel dat, eerlijk te zijn. Ja, jip en truitje. Dat. Uh... Jip en truit. Ja, jip en truitje. Ze hebben geen eigen accounts, zoals Dirk en Danny? Nee. Nee, dat nog net niet. Maar bijvoorbeeld... Uh, nou, laten we even een leuke comment erbij... Uh... Heeft ze de kat geplaatst van Happy Yip. So I am happy too. Dat zei ze dan. Bij. Maar is de laatste tijd heel hard gestegen of was gewoon iedereen heel blij? Oh nee, het had wat meer interactie, dacht ik. Maar toch weer niet wel. Een nou, foto heb... van een flesje cola doet het toch niet echt goed. En een foto van uh, Duncan die gewonnen heeft. Ja, en dan staat is... eronder Dunan. <laughs> Met klappende handjes. Oh, Dunan, ja. ja. En dan toch nog du Duncan, geweldig. Ah, oh, ze was echt heel blij. Ja, mijn moeder ook als ze een spelfout fout maakt, dan. Uh, dan, dan Post het gewoon, want ze weet Backspace niet. Of ze zet daarachter. Bijvoorbeeld weet ik van, dan zegt ze. Pannenkoek en dan zegt ze: haha, ik bedoel pannenkoek. Dat zet ze gewoon ze eruit. niet dat je kan bewerken. Backspace kent ze niet. Dus het is ah, genieten, is het. het is, Backspace even... kent ze niet, maar ze weet, je kan er ook nog uit dat ze eventueel achteraf kan bewerken. Okay, yeah. Maar is ja, misschien dat nog is echt next level. moeilijker. Ho, ho, holde die oké. Nou goed, we zijn even uitgewijd naar de, de Instagram van ja. Peter Korpszoek, Maar mocht je willen weten hoe een middelbare leeftijd vrouw. Uh... Nou, genoeg shout-outs nu hoor. Ik ben er nu een beetje klaar mee, uh, Lise. Ja. Dirk en okay. Danny. <laughs> Nee, uh, ja, ik zat ook te denken van... Uh, mijn ouders zitten wel allebei op Instagram, maar, maar ze posten niet. Oh, wat jammer. Ja, dat vond nog niks. Nee, laat ik even controleren. Ik ga denk ik ook geen shout-out doen. Uh, nou, mijn vader het is ook zo'n leuke mevrouw, vrienden, die heet Juf Odette. En die is echt uh, heel lief. De, 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 bij haar bio staat vroeger was ik juf, nu ben ik influencer. Oh. Maar is ze ook echt influencer? Nou, maar, nee, maar ze pakt het wel zo aan. En ze heeft ook steeds drie foto's die mooi bij elkaar passen, die ze post. Mijn vader heeft één foto gepost van zichzelf. Oh. Ik laat mensen het zelf om te uitzoeken hoe. Ik ga even, ik ga even kijken, terwijl <laughs> Kijk. niemand wil, hoort hier. Oh, het is wel echt een hele knappe foto. Hij is ook wel knap. Ja. ja. Ja, ik ben niet voor niks zo knap. Precies. Uh, even kijken hoor. Mijn moeder heeft oh. dezelfde foto van je Toen als mijn vader. Alleen dan met baby. En dan, ja, ze heeft een andere uitsneden gedaan. En ze heeft ook nog vijf reacties op die foto. Nou ja, want alles draait. Natuurlijk op het om een klein je... kind, het is een foto met klein. Goed, oh, genoeg hierover. Maar genoeg ze hebben hierover. dus allebei social media, ze, ze kijken vooral. Als jullie nog leuke tips hebben van uh, ouders uh, om ja. te volgen. Dat is, ja, ik vind het leuk. Laat het me weten. In de ja, comments. ik zit ook even te denken of er een goed voorbeeld is van een hele toffe uh, ouder. Nee, ik kwam, ik kwam niet verder dan je Four Maar ja, mooi antwoord heb je gegeven. Volgens mij kan Jasper er ook tevreden mee zijn. Uh, dan hebben wij uh, Lisa, want we gaan gewoon meteen door met het vragenvuur. Ja. Uh, of je moet zelf tussendoor iets willen vertellen over jezelf. Nee, nee, ik ben helemaal klaar voor het vragenvuur natuurlijk. Ik mocht, ik had een vraag opgeschreven. Hoe gaat het met je? Ja. Zo van wat ben je? Maar het oh. zei Jasper dat dat ik dat eerder ooit afgekeurd had, zo'n vraag, omdat ik dat te truttig vond. Oh. Maar hoe um, gaat het met jou, Diederik? <laughs> gaat echt, het gaat echt goed. Ja. ja, nee, gaat goed. Nou, ik, ik Want zie je, niet... het is een hele stomme vraag. Ja, maar ik, kijk, ik wil even aan de luisteraars vertellen dat ik in zijn ogen keek en dat het heel gemeend klonk. Dus ja. het was niet een, het is goed afschermen met zo'n blik van glas. Oh, ik sterf ja. van binnen. Ja. Nee, het gaat goed. Nou, fijn. Goed. Ja. Nou, hebben we dat maar het is dus wel een stomme vraag, zie je? Het is een beetje zo, ja. Ja, maar als er geen... Uh, ja, dan moet ik eigenlijk vragen waarom? En dan wordt het iets, krijg ik het ja. iets meer volume de vraag. Ja, maar dan is bij goed ook het waarom meestal niet zo interessant. Oh, Oké. Okay. Mensen willen toch liever drama. Maar, maar uh, nou, ik was wel nog benieuwd van wil je uh, wat ben je aan het doen? Nou, ik ben me aan het voorbereiden, natuurlijk op de presentatie van de Best Social Media Awards. waar ik erg Wil je veel media zing. er nooit meer bij zeggen? Als nee, oh, sorry. Ja, dat hoor, dat heb nou, dat ik al doet vaak. Heel Nederland hoor. hoor. Best Social Awards, want ja. het is niet alleen maar media. <laughs> uh, maar het is wel fijn, want ik ga nu op mijn bek en dan weten andere mensen het nog beter. Dus deze, dit, deze fout van mij heeft een functie gehad. Ja, nee, klopt. Nu weten ze nog, Het zijn de best social ja, dit awards. Dit was voorbereid, jongens. Ja. De best social awards. En uh, daarnaast ben ik bezig met een, uh, een, een. Hoe heet dat ook alweer? Een pilot. Ja. Voor VPRO Jeugd. Uh, die uh, absoluut nog niet gekocht is, maar ik erg veel plezier aan beleefd. Het is een. Uh, talkshow over poep. Uh, ja, dat is, er wordt echt... Ik heb vandaag ook weer enorm gelachen tijdens het monteren. En uh, nou, heb ik nog iets boeiends te vertellen? Ja, ik, dat is ook wel leuk. Ik ben dus... Uh, volgende maand ga ik beginnen... Uh, aan een uh, kinderboek... Uh, over de samensmelting van Dirk en Danny. Niet? Ja. Ja, want dat was eigenlijk mijn volgende vraag natuurlijk... even als vervolg op de vorige aflevering... toen je uitgebreid verteld hebt... over de katten-samensmelting van je twee katten. Mm -hmm. um, hoe, hoe gaat dat nu? Ook oh, met de twee katten. Nou, uh, Dirk en Danny, voor de mensen die geen idee hebben wat, wat samensmelting is, wat een beetje raar is. maar... Uh, mijn katten, die, uh, ik, had een, ik had een hele fijne, leuke, uh, ook van internet bekende kat, Dirk. En ik heb er een tweede kat bij genomen, Danny. En dat uh, ja, zijn allebei getraumatiseerde katten, dus dat was nogal een ordeal. Uh, dat kun je allemaal ook terugkijken op uh, het internet als je samensmelting intypt. dan zal altijd wel ergens komen. Ik, maar uh, je hebt het ook vastgepind aan je profiel. Ja, toch? Het zit Even aan voor mijn de mensen die, die dat hebben. Ja. Uh, maar ik durf geen shout-outs meer te doen naar Instagram-accounts. Als het niet je moeder is. <laughs> <laughs> Petra, nee. maar, uh, dus, maar het gaat eigenlijk heel, heel relaxed. Uh, soms zijn ze aan het spelen, soms dan rennen ze achter elkaar aan en is het een beetje ruig. Maar ze zitten wel echt veel samen. Dus ik uh, persoonlijk uh, kan me geluk nooit op als ze en het, het, samen zitten. Wauw, een kinderboek ja. uh, over de samenspel. Ja. Hoe is dat uh, tot stand gekomen? En dat nou, is ook wel echt. Dit is wel next-level social media resultaat. Zeg maar. Ja, su superleuk. Nou, ten eerste uh, had ik al een keer een idee om met een vriendin een boek te doen over het tweede kind. Uh, want dat is vaak het kind wat totaal uh, ja, geneglect gen ja, wordt. Als je dan toch vraagt hoe het met me gaat. Ja, <laughs> nou, ik ben ook het tweede kind. Is toch best ja. wel uh, heftig. Nou, daarom zitten van, we hier ja. om ons te vergelden. Ja. Anders hadden we andere banen gehad waarbij we minder naar voren springen. Maar het gaat eigenlijk om. Ja, het tweede kind, maar ook om hoe het eerste kind daarmee omgaat. En toen uh, ging mijn hoofd een beetje zo. En toen dacht ik, oh, maar dat kun je ook in het vormpje Dirk en Danny de samensmelting gieten. Waarin je dus eigenlijk een tweede kind erbij komt. En ja. dat de plek van het eerste kind een soort van. Dat, dat je daarmee leert omgaan. Uh, dus dat. Uh, ja, nou, dat is, wat een goed idee. Ja, dus dat is het idee. En uh, nou, als je. Ja, dat is eigenlijk het idee. Ja. En uh, wie had dat idee? Nou, ik. Uh, of hoe is dat dan? Wat is nu de status? Wat, wanneer kunnen mensen het kopen? Of, uh, nou, het is nogal, ik heb schetsen gemaakt tijdens mijn vakantie. Oh, je Zover gaat natuurlijk zelf ik. maken, natuurlijk. Ja. ja, want je kan natuurlijk gewoon illustreren. Voor gewoon de mensen tekenen. die dat niet weten. ik kan ja. tekenen. Uh, dus ik, ja, ik heb. Het idee is eigenlijk ontstaan met Mireille Dubbelaar, mijn beste vriendin. Uh, uh, toen zij in verwachting was van haar tweede kind, maar toen was ze zo in verwachting dat dat nooit meer is doorgezet. En, uh, dat kind, ja, oh, dat, sorry, vrouw, nee. ja, nee, nee. nee. <laughs> sorry, oh. Oh. nou, ik ou. heb een keer een op je grap gemaakt, nee, nee, over... nee, nee, dit weer doen, sorry. <laughs> nee, doe, sorry, oké, ik draai, <laughs> um, maar uh, en, en toen uh, ja. Ontvond het idee dat ik me sowieso leuk lekker om een kinderboek te maken over Dirk en Danny. En toen dacht ik, oh, deze twee dingen kunnen super leuk samen. Um, en toen kwam er gisteren, eigenlijk echt gisteren, een mailtje binnen van een um, vrouw die uitgeeft. Een vriendin eigenlijk van me. En die zei, Lise, ik wil je die opdracht gewoon geven. Let's make it work. Snap, snap, snap. Ja. Dus uh, ik heb. Work, dus, girl. Ja, dus dat uh, gaan we volgende maand. Als alles, de drukte weer een beetje voorbij is. Uh, maar dat beginnen. kost je een jaar of zo. Ja, nou ja, ik denk dat het verhaal zelf niet zoveel tijd nee, kost, maar is tekenen is gewoon heel veel werk. Uh, en ik ga ook kijken of ik daar hulp bij ga zoeken met ja. uh, misschien iemand die mooie achtergronden kan tekenen. Of me daarbij kan helpen. Wat een leuk idee. Nou, ja, toch? Nou, toch blij dat ik heb gevraagd hoe het met je gaat. Ja. Um, we hebben um, vragen, we hebben op uh, social media uh, gevraagd of mensen vragen voor jou hebben. Um, dus buiten de en Jasper hebben we nog meer vragen binnengekregen. Er zitten best een paar leuke tussen. Dus ik ga gewoon uh, eens even kijken hoe ver we komen met deze vragen. Ik heb een hemd en ik wil dat je hem eraf vraagt. Precies. Uh, G. Kooijman, G.J. Kooiman, het G.J. Kooiman, vroeg op Instagram... Wanneer heb je jezelf voor het laatst gecensureerd? Gecensureerd? Nou, ik moet gelijk denken aan dat ik uh, wel af en toe met, het, met een ziekte scheld. En dat ik dat dan wel denk, oh nee, dat moet niet... Uh, dat, dat, Doe je die met een K? Die met een K, ja. En uh, dat ik dat dan wel eraf haal. Ja. Omdat ik dan denk, oh ja, oeh. En ik heb uh, een paar afleveringen. In een story of zo. Ja, in ja. een story, ja. Uh, en ik heb uh, uh, een paar afleveringen, of twee afleveringen van adviezen van Lize weggehaald, omdat ik het niet meer eens ben met wat ik toen zei. Oh. Ja. Vertel. Uh, nou, eentje ging over uh, versierd worden door een jongen in de club. En, die, jongen, en dat het dan ging over dat mannen vaak alleen maar op zoek zijn naar een parkeerplek voor een piemel. Jeetje. Uh, maar het was op zich uh, wel een goede aflevering. En ik zei een paar dingen die ik toch een beetje onfeministisch van mezelf vond. Uh, dus die heb ik eraf gehaald, omdat ik dacht, ja, maar... Of uh, on... Hoe noem je het als je het anti-man... Ja, maar nee, maar ik zei dus oh. dingen die een beetje... In die context zei ik alsnog dingen die een beetje... Oh. Ja, niet feministisch waren en daar ben ik toch anders over gaan denken dus die heb ik er afgehaald heb ja. je een voorbeeld nee ik kan dus niet een voorbeeld uh, gaan anders gaan we het nu toch weer roepen dus dat is ook een beetje ja nee ik, ik heb echt echt geen heb. ja nee maar het voelde niet meer kosher nee het voelde niet kloppend bij waar ik nu voor sta oké okay. en wat was de andere of weet je het niet meer uh, ja dat was uh, de aflevering mijn oom zegt racistische dingen op Facebook uh, hoe ga ik om met familieleden die racistisch oh, ja, zijn op ja. Facebook vond ik ook dat ik een paar dingen zei waarmee ik het niet helemaal meer eens was die ook niet, ja. Dus het zijn eigenlijk de meest Nee, niet de meest politieke. De enige was... Een soort en krijg van... je daar dan gezeur op van mensen die zeggen... Uh, hallo, waarom heb je die aflevering weggehaald? Oh nee, niemand ziet dat. Ja. Nee. Nee, joh. Nee, maar je zou ook natuurlijk gewoon een reactie eronder kunnen plaatsen met... Hey, hallo, ik ben nu een andere Lise korps zoek. Uh, ja, zou kunnen, maar ik vind dit makkelijker. <laughs> ja, snap ik. Ja. Yeah. Ja, want het, is het ik wil dat ook... die boodschap gewoon niet meer de wereld is. Nee, oké, okay, dat is goed. Maar ja. ik snap het is ergens ook wel leuk dat het er nog zou zijn. En ja. dat je dan ja, ik heb het niet zelf helemaal. verandert. Ja, precies. Dat dat ook iets is. Ja, dat dat is ook het goeie. leven natuurlijk, ja. een beetje. Ja, dat snap ik. Ik wou gelijk iets zeggen waar ik wat ik zeven jaar geleden heb gedaan en wat op internet staat waar ik me steeds voor schaam. Maar dat ga ik niet doen. Misschien heb je dat al eerder. Uh... Oké, okay, klaar. Volgende vraag. Niet een videoclip van een bepaalde artiest? Nou, moet moeten we daar, daar ook over <laughs> nee, hebben? Nee, oh. sorry. <laughs> Uh, over adviezen van Lize gesproken. Die vraag kwam, denk ik, uh, 23 keer binnen. Komt er nog een vervolg op advies van Lize? Nee, echt geen zin meer. <laughs> Dat zei je in aflevering 13 ook al. Uh... Dat was zo. Toe veel werk, maar je zou het toch gewoon in storyformat met een QA blog kunnen? Nou, doen? ik moet zeggen dat ik wel uh, tuintips bijvoorbeeld nu, bijvoorbeeld nu op mijn Instagram, <laughs> tuintips van Lies, tuintips van Lize. en dat is een soort adviezen van Lize. En soms bijvoorbeeld, als de koffiefilters op zijn of als ik een huishoudelijke tip heb, dan deel ik die wel op mijn Instagram. En ik wat moet zeggen, wat is de tip over koffiefilters? Praat me bij, wat is de tip? Nou, ik weet nu onder andere door de uh, reacties dat het niet helemaal de beste oplossing was, maar toen mijn koffiefilters op waren, heb ik mijn kanten onderbroek gebruikt om uh, koffie uh, <laughs> oh, God, mee te zetten. Is dit, ja. ja, dat zag er echt heel grappig uit. Uh, en het werkte, Maar het was toch heel zonde van die Ottenbroek? Ja, hij was Is zwart. dat was je even, dat zie je. Oh, je hebt hem daarna niet weggegooid. Natuurlijk. Nee, 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 gewoon gewassen, joh. Gewassen, joh. Uh, dus, dus dat Hij was, was wel al gewassen eerst, toen heb je. Ja, een... ja, ja, ja. <laughs> Sorry, ook een gelijk... ja. Oh, vraag. Ja, maar niet uit. Ja, maar ik dacht er toch even aan. Ja, kan toch? Ja, kan. Dan heb ik je wel gehoord? We gewoon. gaan het niet wegcensureren, uh... dit blijft gewoon in de aflevering. Daar ja, kan ik me zitten. ook niet voor. Ook die vraag over um, je zwangere vriendin. Ja. Want je moet gewoon achter... Nee, niet altijd moet je achter je punt staan. Ook wij censureren trouwens wel eens dingen in deze podcast. Dat weten jullie thuis niet, maar het is wel zo. Speak up! Nou, vorige keer hadden we een heel lang verhaal met de Speld. Uh, met de hoofdredacteur van de Speld. En uh, we hadden van tevoren gezegd, we gaan niet over het Songfestival praten. Want het wordt zo ontzettend vreselijk om naar te luisteren na een tijdje. Want we wisten toen nog niet dat Duncan Lawrence zou winnen... en ik. Ik dacht al van, oh, dat wordt zo... Dat is gewoon, ik vind het zelf heel irritant bij podcasts podcast, dat je echt zo... Oh. En uh, toen ging het echt heel lang over wie gaat er misschien winnen. En, en, en dat, ja, dat was best wel een gepassioneerd gesprek van mijn kant. Uh, oh. Echt een zo'n ratelsessie van mij. Van... Ook helemaal, ja, gewoon over alles wat, waar we nu niet weer in gaan vervallen in die valkuil. En toen hebben we dat er helemaal, gewoon helemaal uitgehaald. En dat voelt soms heel dus lekker. De aflevering ging van 50 minuten naar 20 minuten. Nee, het was <laughs> al best wel lang. Dus het was ook wel prima. <laughs> maar dat doen we eigenlijk niet te, niet te vaak. Nee. Maar laatst het wel iets vaker. Dat we, want voorheen deden we echt gewoon alles zo integraal erop. En nu denk ik wel eens, ja, je kan echt heel makkelijk 10 minuten weg. Ja, Op wat voegt dit toe? Dit voegt niks toe. Nee. Dus helaas, dat is gesensueerd. Um, zijn we dan klaar met... Uh, oh nee, advies van Lisa. Ja, je zou iets via, uh, via uh, Story kunnen doen. Ja, dat doe ik op zich dus ook wel met uh, tuintips. Maar en niet zo. met droedels. Uh, nee, want dat is gewoon echt uh, heel erg veel werk. En net nu ben ik bijvoorbeeld met die uh, pilot bezig voor VPRO Jeugd. En dan vind ik het veel leuk om daar mijn tekentijd in te steken. En als ik inderdaad een kinderboek ga maken, dan ga ik daar liever mee aan de slag. Want uh, kijk, ik vind het gewoon altijd heel leuk om in uh, projecten te denken en dan weer verder te gaan. Uh, ja, ook al is het succesvol, dat maakt me dan niet zoveel uit. Ik wil dan zelf gewoon weer iets nieuws. Want het advies van Liesel ging prima. En, uh, maar ja, als het me dan in één keer echt een, een enorm werkje wordt, dan denk ik: ja, waar, waarom doe ik het nu nog? Nu doe ik het alleen maar omdat mensen het willen zien en niet omdat ik het leuk vind. Ja. En dan heeft het voor mij de functie verloren. Heb ik soms ook met de podcast. Ja, snap ik, <laughs> maar goed. Je blij doet dat, het zo goed. Blij dat we even een break hebben. Ja. <lacht> ja. <lacht> um, deze vraag vond ik zelf uh, wel leuk. Hoi Lise. ik bewonder je zelfverzekerdheid. Ben je zelf wel eens onzeker? Uh, vraagt uh, Maaike Ruis. Nou, ik heb net drie uur gedaan over mijn haar doen. Dus dat is dan, maar is dat dan onzekerheid? Ja, het is natuurlijk een vorm van onzekerheid. Uh, natuurlijk ben ik wel eens onzeker. Alleen uh, het ligt eraan in hoeverre je die onzekerheid serieus neemt of snapt waar die vandaan komt. Uh, en um, kan relativeren, ja. Wat doe je daaraan dan? ja gewoon even op de pas stilstaan, pas op de plaats en dan denken uh, wat heb ik hier aan en uh, vaak ben je ook zelfverzekerd of fijn je dat? Nou, het is wel een modus die ik gecreëerd heb om uh, over jeugdtrauma in te komen, maar uh, uh, daar nu leef ik het wel meer in waarheid dan dan jeugdtrauma, eerst. Jeugdtrauma is dat je heel on, on, uh, zelfverzekerd was. Nou, dat ik gewoon uh, ja, ik was best wel onzeker vroeger. Uh, Onzelfverzekerd. Onzelfverzekerd. Excuus. Ja. Niet, ja, nou is het onzeker. onzeker. Ja, maar liever ja. onzeker. Ja, onzeker. Ja. Ja, ja, tuurlijk was ik onzeker. Ik was, nou, weet je wat, ik was een meisje van, uh, van, van 14 en iedereen dacht nog dat ik 10 was. Omdat ik uh, helemaal op een platte borst had en uh, uit onzekerheid helemaal zo krom liep. En toen heb ik mijn haar ook nog afgeknipt en toen leek ik net een jongen. wat nou, helemaal je haar dan ook al. Nou, ik dacht dat stoer en ik neem een wenkbra-piercing en dan hoor ik oh. er helemaal bij. Want dat doe je als tiener namelijk. Pink. Ja, ik was... Nou, nee, Angela Schijf van... De, uh, oh ja. Ja, die was ik. Uh, Volle Maan ja, en, had jij uh, gezien. Ja, en de GTS-team natuurlijk, waarin oh ja. ze Kim speelde. Oh ja. Dat was helemaal hip Met in 1997. Ko Met kort haar, ja. Of 99. Met Jeff en uh, Anita. Ja, ja. Nee, niet Anita. Hoe heet ze Barbara. Barbara, ja. Nee, maar die vrouw daarvoor die doodging. Karin. Kanker, nee. Die voor Barbara. <laughs> Karin, toch? Karin van Jeff. Oh. Was dat Karin, ja? Nee, welke ging daar... Nou... Ik ging dood. Nou, eentje dood. Okay. Met blond haar. Sorry, maar je klipt je haar als Ansele. En je voelde Goede je uh, nog steeds onzeker met nou, die korte proberen. Ja, want dat hielp eigenlijk helemaal niet. Want in één keer viel ik natuurlijk heel erg op en was ik het meisje met. Uh, dus ja, natuurlijk. Uh, maar ik merk dat je gewoon. Dat is het met. Alles wat ik uh, wat je lange tijd voelt, en uh, op een gegeven moment, tenminste, dat heb ik. Op een gegeven moment dan merk je gewoon dat je er geen zak aan hebt om je op een bepaalde manier te voelen. Mm -hmm. En dat je dus eigenlijk je, je gevoel vanzelf buiten jezelf neerlegt. En dat is altijd shaky. Ja. Dus dan kun je uh, bijvoorbeeld, het is een heel raar voorbeeld, maar ik heb nu een eigen plek, een eigen huis eindelijk. Ik heb namelijk jaren heen en weer gezworven. En uh, dat, daar voel ik me heel fijn en daar heb ik mijn katten en mijn tuin. Goh, en, je katten. Ja, en mijn tuin, tuintipjes, van deze. En, um, en ik merk dat die basis uh, me heel gelukkig maakt en mezelf verzekerd maakt. Eh, want die, dat ligt helemaal aan mij. Dat leg yeah. ik niet buiten mezelf neer. En zo moet je eigenlijk, denk ik, met meer dingen omgaan. Ik weet niet of het helemaal klopt wat ik zeg, maar ik hoop dat jullie het begrijpen. Dus als je gewoon niet alles steeds buiten je neerlegt, als ik wat op Instagram... Uh, plaats, dan probeer ik niet bezig te zijn met uh, gaan de mensen het leuk vinden, maar meer van hebben mensen er wat aan, want mm -hmm. dat voelt voor mij vervullend. Ja. Yeah. Dat. Is dat ook een beetje ouder worden? Dat is totaal ouder worden. Iedereen onder de dertig die luistert en die onzeker is. Komt dan? Stop met Instagram. Stop met Instagram, <laughs> ja. ja. Stop met naar anderen kijken die je niet kent, vooral. Dat vind ik heel prettig om mee te stoppen. Ja, en stop met kijken naar mensen waarvan je denkt dat ze... Beter hebben? Ja, precies. Want dat hebben ze niet. Nee, natuurlijk niet. Jongen. Ik heb ook op vakantie uh, ruzies gehad met Tim en zo. Maar ja, dat zet je gewoon niet erop. Maar dat, nee. Je ziet alleen maar de, de bloemetjes. Maar soms ook wel het idee dat je bijna inderdaad bij zo'n vakantie bijna een disclaimer nog moet plaatsen. Daarna. Hey, hier nog even een lijstje van alles wat kut was. <laughs> ja. uh, Meteen aangegroeide in. Uh, ik heb ruzie met mijn vriend gehad ik was uh, ja weet ik veel gewoon alles wat kut was want ja maar waarom ik vind het heel lastig om dat dan ook op social media te plaatsen maar goed laten we daar nou ja omdat, zo... omdat je natuurlijk weinig zin hebt Ik bedoel je hebt ook geen zin om te gaan praten over klimaat en waarom je geen vlees moet eten omdat het allemaal zo oncomfortabel is om aan te horen en ik uh, is social media is toch ook Entertainment. Ja. Dus dan hou je dat een beetje weg. Ja, hè? het is natuurlijk zo oud als de kont van Christus dat je gewoon een leuke foto van jezelf plaatst en niet een lelijke. Oud als de kont van Christus. Die ken <laughs> het niet. Oud als de kont van Christus? Nee. nee. I like it though. Kijk even om me heen of die ergens anders valt. Nee. Oh. Nee. Misschien ben ik gek. Nou, nee, dat denk ik niet. Oh. Je brengt ons nieuwe informatie die we ja, kunnen gebruiken als als in de het kont leven. Van Christus? Nee, ik denk wel dat het een uitspraak is. Ja, misschien <laughs> uit mijn familie, maar of uit mijn regio. Uh, als er luisteraars zijn, die, uh, ook, zijn in de... uh, die ook geboren zijn in de regio Leerdaum, uh, laat even weten of je de uitspraak zo oud als de kont Van Christus, Christus kent. kent. <laughs> um, ja, ben je wel eens onzeker? Ja, heeft social media en misschien het, het, je achterban. Heeft dat een, dus een positief of een slecht effect gehad op je onzekerheid, vroeg ik me dan af. Oké, okay, het begon met dat ik mijn tekeningen. Kijk, social media was voor mij iets fantastisch, want ik kan echt niet samenwerken met mensen. Dus in één keer kon ik gewoon op mijn eigen houtje iets gaan neerzetten. Uh, dus uh, ik begon in 2010 of zo met tekeningen online plaatsen mm -hmm. en dingen doen. En eerst las ik echt. kreeg ik er enorm veel zelfverzekerdheid uh, door. Omdat ik zo werd opgetild en meegenomen. Het was gaaf en tof. Maar ja, dan komt natuurlijk de andere kant van de munt. Uh, mensen die je dom of kinderachtig of raar vinden. En dat kwam heel hard binnen, omdat ik gewoon een, inderdaad een niet heel. Uh, dus toen ben ik ook gestopt met tekenen, omdat ik, het, uh, omdat ik het aannam wat anderen zeiden over mijn tekenen. En omdat ik dan dacht, ja, ik zou mijn tekening ook zelf niet ophangen. Dus waarom wil ik dat dan nog? Ja, zo werd ik werd er gewoon heel onzeker van. Maar ook dat mensen tekeningen gaan afvallen, dat is toch ook. Ja, maar ja goed, ik was... Uh, ja, dat gebeurde gewoon. En, uh, maar dan langzaamaan, als je dat al een tijdje blijft doen, want we hebben het dus ook over bijna tien jaar geleden, dan denk je oké, okay, dit hoort er gewoon bij. Uh, dan zie je het mechanisme in je dat slechte dingen meer blijven hangen dan leuke dingen. En dan denk je oké, okay, ja, heb ik daar wat aan negen in de zak? Dus het gaat eigenlijk een, een beetje heen en weer. En ik ben nu op wel een, labiel punt, of een stabiel punt, maar ik kan me wel... Weet je het zeker? Nee, maar ik denk wel dat... Uh, bijvoorbeeld, ik heb een keertje bij... Um, dat was eigenlijk wel een goed turning point. Ik zat een keertje bij RTL Late Night te praten over uh, kattenfilmpjes. En Goh. Ja. Nou ja, goed. Toch ja. de persoon. Ja, zeker. Voor uitgenodigd. En... Uh, T, ik zat daar en ik, ze, ze hadden hele leme kattenfragmentjes uitgekozen. Dus ik zat gewoon niet ha, 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 naar het scherm te kijken. Ik zat gewoon zo te kijken. Maar dat is, ik wil je terugkijken. Ja, dus ze dus hebben het van de site gehaald. Geen grap. Um, nou, wat jammer. Ja, echt. Ik Volgens mij het, is dit soort geniale tv. Nou, want ik zit dus blijkbaar ook een beetje door mijn armen heen. Zo een beetje gezakt op mijn, op mijn knuisje. En ik lach niet zo heel veel. En, ik gelo en ik, mijn eerste zin is, geloof ik, van. Uh, want de vraag is dan door uh, Humberto Tan zo van. Hé, hey, uh, wat? Uh, <laughs> hij vraagt dan, waarom zijn katten uh, zo aantrekkelijk? En toen zei ik zoiets van. Ja, um, uh, katten zijn eigenlijk een beetje zoals mannen. Als het echt een enorme lul is, dan uh, vind je hem gewoon uh, veel interessanter dan als het uh, een of andere saai piemel is. Ik zat, ik zat heel veel soort van dat soort woorden ja. te gebruiken. Uh, en daar ging Twitter soort van. Grof gebekte wijf, oh je werd niet bijgevallen. Van nee, het... nee, ze vonden hem allemaal heel stom. En toen keek ik het, want ik weet nog dat ik daar dat ik stopte. Het afgelopen was. Af... En toen kwam de regisseur naar me toe en die zei: Lize, uh, nee, Humberto kwam naar me toe. Hij zei: Vond je het wel leuk? Ik zo, oh ja, hoor. Hij zegt: Oh oké. Okay. En toen kwam de regisseur naar me toe. en zei, ja, je moet niet zo op je. Je moet niet zo op je, op je knuisje hangen. Daar ja, kom je nu mee. Ja, ja. Uh, Wat heb je dit wel eens eerder gedaan? bij een talkshow oh. zijn. Toen dus zei ik, oh ja, ja, zou ik de volgende keer aan oh, denken. Dat is vreselijk. En toen liep ik naar huis. Toen voelde ik me supergoed. En toen kreeg ik in een keer inderdaad. Ging ik op Twitter kijken. Toen was ik helemaal afgemaakt. En toen dacht ik, oh wat kut. Toen voelde ik me superkut. Toen ben ik gaan slapen en toen ging ik de volgende dag kijken. En toen dacht ik, maar ik vind mezelf heel leuk eigenlijk hoe ik daar zat. En toen dacht ik, oh... Ik wil dit zo graag terugzien. Ja, ik vond het ze... uh, Ja, het is echt jaren van, geleden. Nee, maar toen... Wat, sorry, ik onderbrak je, want toen zei je zei, en toen dacht ik... Ja, toen, toen zag ik mezelf dus terug. En toen dacht ik, oh, maar ik vond mezelf eigenlijk heel erg oprecht en leuk. En helemaal niet zo'n ja, soort van gemaakt tv doen, wat ik eigenlijk wel verfrissend vond. Ja. En toen dacht ik, oh, nou heb ik met een hele een soort van nacht slecht geslapen, omdat ik ben afgegaan op wat andere mensen zeiden. Terwijl als ik bij mezelf blijf, ik eigenlijk vind dat ik het heel leuk gedaan heb. Ja. En dat was, is wel, denk ik, een van de turning points geweest, dat ik dacht, oh ja, ik moet helemaal niet serieus nemen wat andere mensen vinden. Ja, vind ik wel knap. Maar is het niet ook zo dat op je eigen social media, op je eigen Instagram, volgen natuurlijk mensen jou. Met plezier. En zijn ze zeg maar. Dus dan word je ook misschien wel verzekerd van. Want het zijn allemaal soort van ja-knikkers die allemaal met jou ja. eens zijn. Wat heel prettig is. Lijkt mij. Ja, tuurlijk. En dan krijg je RTL Leed naar mensen, ja, weten zij veel wie jij bent en de nuance. En nou ja, er vinden... zijn ook heel veel mensen die jou waarschijnlijk nog gewoon niet leuk vinden, maar of niet jouw soort nee. type zijn. Ja, maar dat de, ja, je wil ook niet met ze in een Transavia vlucht zitten vanuit uh, Marbella. En dan denk je waarschijnlijk ook over die mensen, poe. Nou ja, kijk, en dat is allemaal prima. Iedereen uh, moet zijn hoe ze zijn, maar iedereen is natuurlijk gewoon heel erg gewend om iets wat ze niet kennen af te keuren. Want dat is gewoon een reactie die mensen hebben. En ik snap dat ik niet heel standaard ben. En vaak als vrouwen iets anders doen wat van ze gewend is, dan denk ik ook echt een soort, als er een man had gezeten die zo was, hadden ze hem grappig gevonden. Ja. Dat denk ik echt. Uh, net zoals Emma Wortelboer, die laatst heel hysterisch deed, uh, tijdens, uh, nou ja, hysterisch deed, ik zeg het nu allemaal verkeerd, die heel enthousiast deed toen bij het Zoomfestival. Uh, ja. Terwijl als een man daar had gestaan en het ging over Champions League en Ajax had gewonnen, dan was het een fantastische reactie geweest. Ik ja. vind wel dat we dat even op moeten splitsen in de reactie die zij had toen we wonnen, want die vond ik leuk. Maar wat ik niet leuk vond, dat ze over zichzelf begon bij de puntentelling. Oh ja, dat heb ik niet. Die kritiek vind ik wel terecht, dat zij riep: Oh my God, I'm so excited, I'm doing this. En ik dacht. Vrouw, het, geef, gaat niet over jou. het gaat niet over jou. Dat vond ik wel heel typ. Daarom denk ik dat heel veel mensen al in de verkeerde kijkerspositie ja. zaten ten opzichte van haar. Want dat, dat is wel iets heel irritants. Ja, oh dus ja denkt, ik heb dat niet. Je moet een gezien. heel land verdedigen. Iedereen moet dit doen. 41 keer. Allemaal landen komen daar gewoon netjes. Hallo, dit is Poland. Thank you for the great show. Hier zijn de punten. En tuurlijk mag je daar een grapje in maken of weet ik veel wat. En dat is prima of enthousiast zijn. Maar ik vond het feit dat ze daar over zichzelf beginnen met... I'm so excited because I always wanted to do that. Ik vond het ja, alsof vrouw uit Moldavië niet denkt. Oh, my fucking god, 182 miljoen mensen kijken naar mij. Die denken dat ook. Dat denken ze alle 41. Ja. Denken ze: Oh my god, mag ik nu eindelijk iets zeggen? En dan zegt zij dat wel. Vond ik wel typerend voor haar. Het heeft iets. Het draait nu om jou. Het draait niet om jou. Je komt gewoon namens Nederland de punten geven. Dat vond je ongepast? Um, ja, vooral ja. in de context van. Ik kijk wel naar het Songfestival, wat we vorige keer ook uit de uitzending hebben geknipt. Omdat <laughs> me dat aan het hart gaat ofzo, of zo. Of als ik, ja, ik heb daar mening over op heel veel verschillende vlakken. En ik ben absoluut geen fanfan. -fan, dus ik heb ook allemaal kritiek op het Songfestival. Maar dit vond ik wel. Dat zijn twee discussies. En dan heb je ook nog haar reactie, inderdaad, dat ze heel erg, heel erg blij was dat we wonnen. Dat vond ik alleen maar een hele toffe, ja. toffe ja, emotie. Dan denk ik, ja, tuurlijk. Ja, ik, ja, ik heb er niet zo'n... Wat je nu vertelt, denk ik... Ja, ik snap wat je zegt. Het voelt een beetje ongepast. Maar het is dan ook gewoon een soort van oprecht iets wat eruit ja, komt of dat zo. Klopt. Uh, en voor, hoe, lang, ah. hoe lang... Ja, Maar bedoel, ja, ik vind het nu interessant. Ik vind het toch wel interessant. Want, want um, er zijn wel andere mensen op tv af en toe... die dus heel hysterisch reageren op dingen. En dan merk ik dat me dat stoort. En dan vraag ik me af van... Is dat oprecht? Ja... Ik denk, ja, ik denk, ja, ik weet het niet, maar ik weet wel waar we hoe we op dit punt kwamen. Is als een man zijn emoties laat ja, zien, dat, dat het tof zeker. is. Oh, mijn god, deze man die mannelijkheid is, namelijk uh, niet je emoties laat zien. Oh, mijn god, deze man is wel, wat een dappere man. En als uh, vrouwen het dan De doen. Zwak of zo, ja. Ja, dan is ja. het zo van, uh, oh, mijn god, deze hysterische vrouw. Terwijl, uh, ja, ik vond het echt superleuk dat ze helemaal losging. En dat dat was namelijk. Uh, ja, je kan misschien denken, zo overrijden, nee, maar ze meenden dit hoor. ontzettend. Nee. Ja. Maar goed, uh, dus dat, uh, dat even weer terug naar de RTL Late Night. Meningen. Ik, als, ik denk echt, als daar een man had gezeten, was het heel grappig geweest. Maar nu was het een vrouw. En, en ik ben inderdaad een beetje een onconventionele vrouw. En daarom ben ik ook zelf heel blij dat ik nu op Instagram iets representeer... wat ik zelf niet zag als tiener. Ja. Dus ik vind het heel leuk om nu... Ik heb, misschien heb ik dit de vorige aflevering al lopen prediken. Maar ik vind het heel leuk dat ik uh, iets kan zijn. Dus niet die heel vrouwelijk geklede vrouw. Uh, die uh, in dienst, uh, nee niet in dienst, maar gewoon een vrouwelijke geklede vrouw. Dat ben ik niet. En uh, die dat vind ik leuk, dat ik dat voor tieners of zo of voor andere mensen. Krijg je ook dat soort reacties? Ja. Heb, heb je het idee dat dat aankomt of dat mensen gewoon Dirk en Danny, uh, I don't care over haar? Nou, treden. ik vind mijn volgers wel over het algemeen echt leuke <laughs> mensen, omdat het gewoon soort van ook heel veel jonge versies van mezelf zijn. Ja. En dat vind ik echt superleuk, dat die soort van groep van dat soort mensen. Ze cool. dus hebben ook wel het idee dat de boodschap bij de juiste mensen aankomt. Ja, ik denk het wel. Ja, ik weet het niet, maar ik denk het. Vind je het vervelend dat mensen eerst vragen hoe het met Dirk en Danny gaat? Voordat ze het jou vragen, vraagt AB Celine. Nee, want ik praat over niets liever dan over mijn kat. Dat vond ik wel een voorspelbaar antwoord. Ja. maar ook wel terecht. Misschien ja. ook daardoor. Het is veel makkelijk om over. Uh, ja, dat, dat te klopt. Praten. Weet je wat we even zouden kunnen doen? We zouden gewoon het even live aan de mensen op Instagram kunnen vragen. Hoe sta je daar tegenover? Ja, ik vind dat echt uh, heel spannend en leuk. Ja, ik vind het ook best wel spannend en leuk. Uh, we zien wel. Ja. Oh, dus, jij gaat het doen, ik hoef dat niet te doen. Ik nee. Nou, jij kan hem ook aanzetten, maar dat wordt misschien een beetje veel. Ja, wordt te veel. Ja. Maar we gaan dus nu... Gaan we dan uh, ook uh, live met iemand? Oh, dat, dat moeten we even kijken of iemand dat wil. Ja. Zullen we dat vragen? Ja, dan krijgen we een real life vraag. Ja, vergeet je dat dan niet even zo te vragen aan de mensen? We moeten hem alleen even goed gaan opstellen dat ja. we allebei Wacht. in beeld komen. Je kan deze microfoon een beetje. Oh, kom naast me zitten ja. of naast me staan. Ik of kom ik bij een mechanisme nee, kom naast je zitten. We gaan dus nu live via het uh, social media. Ik <laughs> moet even controleren of het echt social media ja, niet kanaal, kanaal is. Ja, ik mag niet dat er gaat niemand reageren. <laughs> want Oepsieks. op de best social media hebben we dan nu 127.000 uh, uh, mensen die dan potentieel. Zouden we meekijken? Ik denk niet dat die iets allemaal meer dan gaan dan kijken. Samen maar we rekenen toch op 100 kijkers of zo. En ik hoop dat iemand een vraag voor ons heeft. Verbinding controleren. Je zendt nu live uit. Hallo, dames en heren. Hallo. D Diederik en Liesen live vanuit de podcast studio. Ja, we zijn dus een podcast aan het opnemen. En dit zit uh, nu live in de podcastopname. Dus als je nu een vraag stelt, dan komt dat in de podcast terecht. Kijk Mochten we je niet wegcensureren? We kijken inmiddels 68 mensen. Heeft één van deze 68 mensen een vraag, een vraag voor ons? Er wordt gezwaaid. Oh, er wordt gezwaaid. we zwaaien terug, kan dat? Ja. Je hebt teruggezwaaid naar Hanna van den Brink. Oh. Cool. oh, kijk, een inhoudelijke vraag. Hoe zal de content van influencers van nu eruit zien? Oh, je gaat nu live met Emmy, wat gemeen. <laughs> Misschien wil Emmy dat helemaal niet. Emmy mag even. Lisa mee. heeft nu gevraagd of Emmy ook live met haar wil gaan. Oh, dat wil ze. Dag Emmy. Nou. Emmy, kun je de vraag nog een keertje stellen in de microfoon? Jazeker. Hi. Hallo. Um, wat ik me eigenlijk afvroeg is of um, influencers van nu over 20 jaar mee zullen gaan. Um, met een doelgroep die zeg maar ook ouder wordt. Want die, bijvoorbeeld de Enzo Knolls van nu richt zich heel erg op 13 jarigen bijvoorbeeld. En ja, Enzo wordt bijvoorbeeld ook ouder, maar. Zou die doelgroep dan meegaan? Of ja, dat vraag ik me echt een beetje af. Oké, okay, nou wij gaan daar om de, als experts even <laughs> op reageren, want wij weten dat. Um, ik, uh, dankjewel. Ik ga je even wegklikken, zodat we, of zullen we blijven? Laten we Emmy erbij? Uh, la laat nog maar even tijdens Amy het antwoord er bij. erbij. Dat is wel ja. gezellig, Dat Is gezellig. Um, nou, ik, ik, je ziet natuurlijk nu al dat Monica Geuzes uh, van vloggen gaat naar een moeder, een vlogster, een vrij vlogster naar moeder, en dat haar content natuurlijk ook een beetje verandert. Dus ik denk dat dat waarschijnlijk gaat gebeuren. je het zelf? Uh, merk je dat jouw volgers ouder zijn geworden in de afgelopen vijf jaar? Of zo? Nou, ik merk wel dat veel vrouwen tussen 30 en 40 me volgen, en dat vind ik echt heel erg leuk. Uh, want ik ben zelf ook 30, dus ja. ja, dus dat vind maar ik. Maar nee, ik denk het zeker. Je hoort het ook al veel dat veel mensen die bijvoorbeeld begonnen zijn in het vlogtijdperk. toen dat opkwam, dat hun volgers nu zeg maar 20 gaan worden of wat ouder worden. en dat ze daar hun content op aanpassen. Dus ik denk dat, dat je wel moet, of je moet de hele tijd soort van heel hysterisch jong uh, proberen te blijven. Wat ook gebeurt natuurlijk. Mensen blijven hysterisch jong. Ja, um, ik heb al een tijdje bijvoorbeeld Veertje niet zoveel meer bekeken. maar daar weet ik bijvoorbeeld zeker van dat hij een hele jonge doelgroep had. En dat hij wel op een gegeven moment wat oudere content ging maken over haartransplantaties en uh, <laughs> uh, liefde en weet ik veel wat allemaal. Ja, ja, ik denk dat hij dat in het begin was. Die gewoon vrolijke liedjes aan het playbacken ja. en uh, toch wat meer een soort van... Kinder nou, en, uh, YouTuber en de output die verandert natuurlijk ook hè? want uh, net zoals Facebook is nu voor uh, je, je moeder en uh, dat was vroeger voor de hippe mensen die bij op, op school zaten en uh, dus maar nu heb je bijvoorbeeld weer dit een TikTok natuurlijk waar dan weer de jeugd meer volgens mij op zit dan een Instagram, dus ik denk dat dat medium ook gewoon mee verandert. En ja, er komt elke keer weer iets nieuws. Ja. En ook mensen kijken daarvan op, maar ik kan me niet voorstellen dat we over tien jaar ja en de manier allemaal... van reclame maken is over twintig, je hebt het over twintig jaar hè? <laughs> Jongen, dan, dan, dan was jij hier nu heen geteleporteerd. Dan hadden we, dat, was net, dat weten we allemaal. Stond je in ieder geval je hologram hier in ja. plaats van deze cheap, uh, cheap, cheap, ja. cheap telefoonverbinding. Wat zijn dat? Ja, ja precies. precies. Dan gebeurt dat het gewoon Oké. Okay. Nou, Emmy, heel erg bedankt voor je vraag. We gaan jou uh, wegklikken. Maar blijf vooral kijken. En uh, dan gaan we even een andere vraag. Door naar de volgende ja, vraag. Goed. Vraag, vraag. Dankjewel, Emmy Doeg. Oh, wat heftig dat je dan Emmy verwijderen moet doen. Ja. Oké. Okay. Dat Even betekent het over twintig jaar ook iets anders. Wanneer komen er nieuwe formats op je YouTube-kanaal? Dat hebben we al behandeld. Ja, maar dat al behandeld. hadden jullie niet kunnen horen, maar uh, niet voorlopig. Niet. Nee. Oh. Nee, 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 rustig. Uh, zijn jullie echt een van de beste? Jullie zijn wel echt een van de beste accounts in Nederland. Is nou, dat dan de best social media of Lize? De best social media, natuurlijk. Ah, jullie, ja, hallo. Dankjewel. Even kijken. Uh, wat vinden jullie de leukste post ooit? So oh, dat vind ik best wel een toffe vraag. Nou, wat, wat vind jij de leukste post ooit? Uh, nou, Petra ja, er schieten wel dingen van de awards meteen met te binnen. Want dat zijn toch meestal wel de dingen die ja. het meest legendarisch dat jaar waren. Kun je altijd terugkijken wie de nominaties waren? Dat ja, je leuk. kan op de website in het archief. Dus als je naar het menu gaat van de Best Social Awards. Dat dus dus niet Biz... de Best Social media, maar de Best Social Awards, daar kun je. In het menu klikken op oudere winnaars en dan heb je bijvoorbeeld bericht van de buurman. En inhakers zijn ook wat superleuk, maar het bericht van de buurman is wat heel goed, ja. Ja, ik hou heel erg van uh, omdat hij de eerste was die won, staat hij me erbij. Maar of, dat, nou, ja, is niet de beste post ooit. Die van uh, Rome over de kassa jongen. Die dan net deed alsof. Ja, het gaat. Nee, oh wat gênant dat ik hem ook nu niet heb mogen Dus dat werkt niet. Eentje wat ik echt een hele. Wat meteen me te binnen schoot... Dat is in alle eerlijkheid. Is de inhaker van Gros op het uh, Jury van Gelder schandaal. Uh, bij de Olympische Spelen. Ja, wat deden ze ook alweer toen? Ja, ook zo gênant. Dat weet ik nu ook weer nee. niet. Ja. Maar dat is al die alcohol. Het was iets uh, met dat, in, dat hij ging optreden. In, op de Lowland stand. Of was dat, dat heeft hij wel echt nee, gedaan. Hij, nee, heeft hij al... gedaan. We moeten het nu opgoogelen. Ja, we moeten het even opzoeken. Sorry. Want dit, wordt, dit wordt te leeg. Ja. Te uh. leem. Zoek jij ondertussen naar andere vragen? Ja, ik ga naar een andere vraag. Ik heb allemaal handjes. Uh, Bram Dekkers zegt hallo, met een S. Bram Dekkers. Is dit Lize Korpi? Ja, bent te wijs. Oh. Dit is Lize Korpi. Live en booming. Want er wordt wat geboomd. Uh, Jart Struik, beste Instagrammer. Absoluut. Hartstikke. Oh, ja, Jard Struik is het zelf. <laughs> uh, <laughs> daarom. Exact daarom. Ja, Struik is wel genomineerd. I know. Hey, de post is, uh, oh ja. Ze hadden dan 0,0% uh, 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 gemaakt van gros. Had dus 0,0%. Uh, ah. En dan de 0,0 was uitgebeeld met uh, ringen van Jury. Uh, de, de turnringen, zeg maar. Ja, dus als inhaker op zijn alcohol uh, de ja, dat ja. Was ik zeg niet dat dat de beste post auto is, maar het is eentje die me te mee, omdat ik hem zo gehoord bijna... vond ja, En mocht. zo uh, <laughs> gewaagd om ook van een biermerk een grapje te maken over iemand die alcohol gebruikt. Dat het dan een soort van negatief is ook. Dus ik weet ook niet of ik hem goed vind. Maar dat hij nu nog blijft hangen, is wel dat, het, dat ik het zeker een van de meest legendarische vind. En weet je wat ik ook een hele legendarische vind om goede en om slechte reden, is die de eerste keer dat KLM zo in uh, raptaal ging terugpraten. Dus uh, even hey, waka. Ja. Dat viel bij heel veel mensen goed. <laughs> bij heel veel mensen mensen fout, maar het is wel legendarisch. En ook vooral de eerste post op de beste social media ooit dat uh, die echt door het dak ging of een van onze eerste dan een beetje virale succes die ik wel vaker heb aangehaald is dat iemand naar de Ikea tweeten. of gewoon naar gewoon op Twitter gewoon zei hey ik ga even naar Ikea potloden stelen. Toen, hij, toen Twitter nog een soort van chatbox was voor tienermeisjes. En toen had Ikea daar gewoon zomaar op gereageerd. zonder dat ze getagd waren. Wat het ook zo grappig maakte. Met het arrestatieteam is onderweg. Ah, ja, dat is altijd toch wel leuk. Als er een soort van grappig iemand ja. in, het, uh, in het. Nou, het is nu eigenlijk. dat is ook het mooie, vind ik eraan aan aan de awards. en aan al lang met de best social media bezig zijn. is dat die dingen nu achteraf hele andere heel anders aanvoelen voor jou voelt het niet meer bijzonder. Nee, nee. Het Als is gewoon... nu Ikea zo'n grapje maakt dat oh ja Ikea zit gewoon uh, grappige webkern te doen, maar destijds um, was ja. dat heel bijzonder dat Ikea dat voor het eerst. Ja, eet. en je kan nu natuurlijk ook niet meer lachen om Charlie Chaplin die uitgeleid over een bananen, maar toen de tijd was het hilarisch. Ja, true. Oké. Okay. Uh, ja, er stond nog iets van is social media, goed of slecht. Wat staat er op mijn shirt? Ja, ja wat ja, staat op letters? Shirt. Ik kan iemand dat vertellen. Dit is wel een spiegelbeeld. Ja. Ik denk social media is super. Dat staat er. <laughs> nee, dat staat er niet. Uh, het is iets liever. Oh, dan dit dat. is wel een leuke vraag van Bente Wijs. Bente Wijs, die vraagt wat is de best social media precies? Oké, okay, de Best social media is een blog over het beste, het meest opvallende social media. En tegenwoordig zeggen we zoeklicht in digitale chaos. En eigenlijk als je de best social media hebt gelezen, weet je die dag wat er interessant was om te volgen. Dus um, via Instagram, via Twitter, via Facebook. En via onze website houden we je op de hoogte... van de leukste, opvallendste, belangrijkste, irritantste... of wat dan ook dingen op, het, uh, op social media. Waarom stopt de podcast voor dit seizoen? Zegt Meerte. Uh, heel eerlijk, echt even geen zin meer in. Eventjes rust in de tent, jongens. Even zomervakantie, jongens. zoals je dat uh, doet. Um, dus uh, vet leuk om te doen, maar het is elke twee weken. Dus uh, dat raadt op maar door... Uh, dus het is soms fijn om heel even een stop te hebben. Dan kunnen we even goed bezinnen van, oké, okay, wat gaan we volgend seizoen doen? Wie worden onze gasten? Dus als je daar verzoekjes van, voor hebt, laat het ons weten. Dan hebben we ook gewoon even tijd om dat goed te plannen. En als het maar elk, gewoon altijd, elke twee weken is, is het net zoals met een tv-programma. Dat is bijna niet te doen. Uh, vooral omdat we daar niet genoeg tijd en geld voor hebben om dat de hele tijd een soort van een ongoing redactie voor te doen. Dus daarom stoppen. Oké, okay, Wolly uh, Wolf Junior, die vraagt dat al dertig keer. Zullen we even live met Wolly uh, Wolf? Dan kan ja. hij de vraag zelf stellen. Oké. Okay. Dag Wolf, kun je je eigen naam even goed uitspreken voor ons? Je zei het goed, Wolly Wolf Junior. Nou, fantastisch. <laughs> Goeie naam. Wie is senior dan? Dat is mijn vader. <laughs> Goh, <Goal. laughs> verrassend Lise. Weet je. Ja, maar heet hij echt zo op internet ook? Um, ja, want ja, vroeger uh, speelde hij spelletjes en toen ja, heette hij... Die... Volleyball en toen kwam mijn naam: Volleyball Junior. Maar wat voor spelletjes dan? Een, een game gamer. Ja, denk nee, ik. Oh, wacht, misschien zat hij wel op Lycos like of zo. Weet je, of zat je er vroeger niet op een spelletje doen? Nou, goed. Hé, <laughs> hey, uh, wat was jouw vraag? Um, wat vinden jullie van familievloggers? En mag ik eerst aan jou vragen wat jij daarvan vindt? Um, ik vind het over het algemeen wel goed dat mensen, dus, vertonen van: goh, hoe zit dat in een gezin en dergelijke. Maar ik vind het wel zielig, of tenminste. Niet kunnen hoe die kinderen worden gebruikt tot uh, het, ja, het geldproces en de reclames en de uh, advertenties daaromheen. Nou, ik sluit me daar totaal bij aan. Dankjewel. Nee, uh... <laughs> nou, ik vind het echt. Ja, ik denk dat wel dat we dat we het best wel met je eens zijn. Ik, ik wel. Ik weet niet, uh... Nou, ik denk dat het wel veel stress op een familie kan leggen als het constant gaat om. Uh... Je moet wel echt goed die scheiding dan maken, denk ik, tussen wanneer zijn we aan het werk en wanneer hebben we gewoon een gezin. Ja, maar dat kan, dat, daar gaat het al mis. Je ja. kan volgens mij kinderen niet aan het werk zetten. Dat is überhaupt niet legaal in Nederland. Nee, het is eigenlijk, ja, daar heb je wel een goed punt. Het is misschien een <laughs> beetje dus, uh, Ik vind het best wel lastig dat die kinderen er niet echt zelf voor kiezen. Want die hebben dan zo'n hysterische moeder ja. of vader die uh, dat belangrijk vindt. Nou ja, maar en... krijgen ze zelf echt de keuze? En dan zeggen ze ook van, ja, maar ze vinden het heel leuk. En dan denk ik, ja, maar misschien... nu wel, want ze zijn vier. Ja, en misschien dus... leer je ook wel iets potentieel verkeerd aan je kind over uh, waar het om draait. Ja, of zo, ja. Ja. Ik denk wel dat er goede voorbeelden waarschijnlijk zijn... van ouders die dit heel respectvol en fijn hebben ingekleed. Maar het blijft lastig dat je dan 18 bent... en lekker uh, shotjes wil gaan pijpen in, uh, in een kroeg. Want wie wil dat nou niet? En dat je dat dan niet echt kan doen... omdat je al uh, 14 jaar gefilmd wordt door je moeder. Lijkt me heel erg oh, kut. Ja, ja persoonlijk Dat je dan, dan denkt, oh, bent... denk, oh, ik moet eigenlijk nu gaan emigreren naar uh, Spanje. Spanje. Waar waarschijnlijk dan toch ook nog mensen in die kroeg een paar je zullen herkennen. En zeggen, maar jij bent toch dat kindje ja. van het familievlog? Ja, wat is wel nog wat ben je, je hier nu shotjes aan het pijpen? Ja. Dat lijkt me echt heel veel. Wat vabalend. is shotjes pijpen precies? Nou dat je dus <laughs> <laughs> dat je shotje met alcohol, je, dat je de mond overheen doet dat je een oh ja, oké, okay, nou we hebben we, we hebben een mening. In uh, wat heb ik geleerd. geleerd van Amanda uit de Gouden Kooi. <laughs> Anders zou ik dat nooit weten. Als je niet weet wie Amanda van de Gouden Kooi is, google het dan niet. Ook oh, vind dit een hele goede vraag. Uh, we moeten even door, want nou, dankjewel, komt je wel, echt een hele goede volley, vraag. Uh, niet dat jouw uh, vraag niet goed was, maar vond, we zijn het met elkaar eens. We zijn het met elkaar eens. Dankjewel voor je vraag. Juju. Joe. Jo. Nou, Wolly vol. Moet je deze, deze vraag.? Vind ik top. Moet ik hem voorlezen of gaan we live? Oh, hij vraagt om, om, uh, om live te gaan met nou, ons. Dan, dan gaan we hem er toch even bij halen. Matthäus. Wil jij dan de microfoon wel even. I, I, ja, zo. Oh, daar is hij. Dag, nou, Matthijs. Kun je je vraag nog één keertje aan ons stellen? Ja, ik heb uh, laatst een podcast geluisterd. En er werd er gezegd dat Instagram uh, likes. onder foto's gaat verbergen. En ze gaan het eerst uittesten in Canada, geloof ik. Ja. Ik vroeg maar af. Ja, wat. Ik vind je niet daarvan. Ja. Um, nou, Zet je even hier neer? Ik heb dat uh, toevallig ook in mijn uh, stories uh, behandeld. En uh, daar had ik ook zelf gezegd dat ik het uh, ik, lijkt mij wel een goed idee. Ik merk dat je door bijvoorbeeld stories veel minder bezig bent met likes. Want je krijgt daar geen likes, je krijgt daar alleen maar replies. En de replies vind ik veel persoonlijker en leuker. Ook al sturen heel veel mensen alleen een hartje uh, of hartjes ogen als je iets plaatst. Maar dat is toch wel. Prettiger, want als ik bijvoorbeeld een story heb geplaatst en ik heb helemaal geen reacties gehad, dan boeit me dat eigenlijk helemaal niks. Uh, want dan heb ik gewoon iets gedeeld. En dan denk ik, nou, ze hebben het gezien, maar ze hadden er niet meteen een, echt een reactie op. Ik vind het ook heel fijn dat je gewoon kan zien wie het gezien heeft. En ik vind het daarin ook helemaal niet vervelend dat ze dan niet gereageerd hebben of zo. Want je raakt er een soort van aan gewend dat ze het gewoon gezien hebben. Ik heb ook wel eens met een vriendinnetje gezegd: het zou zo fijn zijn dat je in plaats van de like-knop een soort knop kon hebben met ik heb dit gezien. En dat is dit, dat zijn stories eigenlijk. Je hebt gewoon, je vrienden zien het en je hebt het gedeeld of je volgers hebben het gezien... maar het is niet zo belangrijk altijd die zucht naar likes. Terwijl als je die zucht naar likes wel hebt... dan krijg je een soort systeem waarin iedereen een soort van... aandachtsverslaving uh, krijgt en likesverslaving. Maar het verplaatst en... zich toch gewoon in feite? Want het enige wat er gebeurt is dat de likes zijn nu niet meer te zien zijn. Uh, nu zie je net zoals bij je stories... dan kijk ik ook gewoon hoeveel mensen er hebben gekeken. En dan denk ik, oh chill, 30.000 ja. mensen hebben gekeken. What maar op? toch is dat voor heel veel mensen denk ik wel <laughs> anders dan likes. Ja, ja, maar dat is Want likes uitdelen is toch wel. Als je niet zulke mooie foto van jezelf plaatst, krijg je minder likes. Ja, weet je wat ik wel... En bij was? stories is dat niet zo. Dan wat? krijg je gewoon kijkers. En... Ja, nee, ik ben er helemaal mee eens om die likes weg te halen. omdat het iets uh, in mensen aanspreekt wat onzekerheid heet. Denk nou, ik. Maar... of andere reactiemodellen. Hè? Dat je ja. bijvoorbeeld altijd in een timeline-post. Zou ik het heel tof vinden als je daar bijvoorbeeld een poll-functionaliteit in kan doen van ja, nee. Of gewoon ja. leuke interactie. Ja, like is niet leuk. Dit like is alleen maar. Want als je het niet lijkt, is het eigenlijk al meteen niet leuk. Mm. Want ik lijk het niet. Snap je wat ik bedoel? Dat liken ja. aan zich is gewoon een, een model waar we misschien wel van af moeten gaan stappen. En waarvan ik eigenlijk ook wel denk dat het misschien wel een beetje ja, dus, weggaat. Ja, want het is natuurlijk met Facebook... Uh, wat vind je er zelf van? Ja, wat vind je er zelf van? Ik dacht maar dat het geen invloed gaat hebben op mensen die geld verdienen met Instagram. Daar gaat het natuurlijk wel echt om likes en om... Nou ja, het gaat natuurlijk om interactie ook, denk ik. Dus dan zullen er... Uh, je kan natuurlijk altijd rapporten opsturen naar een klant uh, als je dat hebt met wat hoeveel mensen er hebben gekeken en zo. Um ja, ik had net een heel goed iets van een antwoord. Ik weet niet wie het heel goed was. Maar ik ben ja, het je even... keek er wel van op, maar als je het nu zo hoort, vind je het volgens mij geen probleem. Of wel? Nee, ik vind jij het helemaal als geen probleem. Nee, ik... Ja, ik mag je geen influencer noemen, maar uh, jij als contentmaker. Ik vind het helemaal geen probleem dat het weggaat. Ik vind het wel leuk eigenlijk. Het is trouwens niet zo dat het weggaat het zijn volgens mij test. Maar het lijkt mij wel gezond. En Instagram voelt zich waarschijnlijk echt wel schuldig over de mentale effecten van de likes. Dus ik kan me voorstellen dat ze ermee bezig... En dan gaan ze het lekker in een... Uh in Canada in uitproberen, waarom Canada denk je? Ja, ja, dat weet ik ook niet. Nee. Ik heb, er, uh, uh, ja, of dan uh, iemand zegt likes kopen, maar dat lijkt me niet zo zinvol als ze die meer zichtbaar zijn. Kijk, nou, okay, dat wou ik zeggen. likes en volgers is natuurlijk wel iets anders. Ik, ik zou ook, uh, maar ik vind het echt goed als we iets minder verslaafd raken aan. Bevestiging. A aan bevestiging. Ja. Want je merkt, ik merk zelf dat ik de laatste tijd juist weer wat meer ben gaan delen op stories. Bijvoorbeeld ja. omdat me dat niet zoveel boeit. En ja. dan denk ik gewoon prima. En ik heb er niet elke keer dat. Want ik heb toch als ik iets geplaatst heb, ik heb te weinig likes. En ik weet toch wel ongeveer onder welke ratio dat zit. Dat vind ik toch niet prettig. En het stoort me echt aan mezelf ook. Ja. En dan aan de stomme Instagram. Denk ik, nou, oh, ik heb maar ja. zoveel likes. Echt. En het is jammer dat dat mechanisme. Dus dan ga je... Dan heb je liever dat het niet is. Wat ik wel vervelend vind aan geen likes is dat je nepaccounts niet uh, makkelijk kan herkennen. Of iemand die volgers gekocht heeft. Want ik kan heel vaak zien als iemand 300.000 volgers heeft. en dan kijk je naar een foto. en dan zijn ze 300 likes. En dan denk je, hé, hey, nee, klopt niet. Ja. Dat Nou, dat was mijn fantastische toevoeging. Ja, maar... uh, uh, anders nog iets? Nee, dat was het. Dat vroeg me vooral af. Nou, mooi. super, dankjewel met uh, Tot de volgende keer. Ja, ja Doei. Uh, Volgens sorry. mij hebben nog andere mensen er ook op gereageerd. Dus misschien kunnen we dat even mondeling Oké, okay, nou mensen. Kijk, ik weet dat het, het veel oh, ja, nee. oplevert. Mensen waren vroeger verslaafd aan likes op Facebook. Nu Instagram wat nieuw. Nou, dat, dat als je die likes weghaalt, zijn ze er misschien niet meer verslaafd aan. Nee, dat zou gewoon een goed systeem zijn. Verschuif je niet het probleem dat het dan wel heel belangrijk wordt hoeveel comments je hebt. Ja, maar een comment is misschien wel inhoudelijker dan een like. Want een comment kan ook gewoon lekker negatief zijn. Of, nou, ja, en, of ja, zo van, I don't care. Nee, een of, comment kan natuurlijk twee kanten op gaan. Een like is altijd gewoon één positief uh, ding. Dus eigenlijk <laughs> maak je transparanter wat mensen er echt van vinden als ze reageren. En zijn er nog andere reacties op datgene? Wat zijn likes ook eigenlijk? Ik zie veel en vind ook van alles leuk, maar ik like nooit wat. Mensen worden daar zo obsessief over. Ja, ja het is totaal ja, waar. Het is een heel raar mechanisme. Wat we ons. En je bent ook. In een keer, je gaat anders naar de wereld kijken. En ik weet inderdaad niet of dat gezond oh, is. Dit verzoek is misschien wel leuk voor jou, Lise. Wij, wij willen, willen lullen zien. Laat je lul zien. Nou, dat vind ik leuk. Maar nu kunnen wij gelukkig inbellen bij jou. Dus misschien moeten we jou even nee! inbellen. En dan laat je even je lul zien. Aan nee. Al onze volgers. Nee, dat gaan we niet. Sorry, doen. Paul. Ik heb nee. die aandacht niet. Even kijken. Lise, hoe gaat het met Tim? Super. Wat vinden jullie van Pegida? Dat vind ik niet echt een social media vraag. Nou, we hebben er toch al lekker drie gehad. Laten we lekker kappen, joh. Ja, vind ik. Of is er nu nog een hele prangende vraag van iemand met die, die zegt. Die, die ja, er ons. staat welke bedrijf nu u dat de beste webcare heeft? Um, maar misschien is het iemand die genomineerd is in ja, de categorie. Ja, precies. Webcare. En ik vind het ook altijd een beetje eng net voor de awards om uh, daar uitspraken over te doen. Dus eh. dat gaan we niet doen. Sprrt. Nee, kijk even bij de best social <laughs> awards naar de genomineerden in de categorie Beste Webcare. En dat zijn er vijf, geloof ik. Ja. Gebruik je de statusfunctie van WhatsApp? Oh, dat vond ik wel een leuke uh, vraag. Ik dacht even dat het ook ging. Gebruik je de story functie? Want bestaat die überhaupt nog? Ja, die bestaat nog. Uh, ik weet die nog precies wat uh, los. Nee, precies, precies wat de taxichauffeur uh, die we in Indonesië hadden doet. Uh, nog, van, nog zelfs als ik terug ben. Dus dat is erg grappig. Maar er zijn weinig mensen die het nou. gebruiken. Uh, Echt waar? Ja. Wat doet hij daar allemaal? Nou, ik zie allemaal dat die naar de. Dan niet de kerk, weet dat? niet de moskee, maar de, de Hindoeïstische tempel gaat en zo. Ja, ah, tof. Ja, heel mooi. En uh, de statusfunctie. Ja, uh, ik verander hem heel weinig. Verander jij het hem wel eens? Uh, ja, ik. Dus zijn natuurlijk dingen zoals kattenplaatjes verzamelen of kattenkammen, dat soort dingen. Dit is allemaal heel saai, dat doe ik daar. Ja, ja, ja. Ik, uh, ik, ik verander hem zo één keer per jaar of zo. Ja. Ik, ik heb hem volgens mij ooit al een keer gezet op in de sportschool. Heel ja, dat flauw. wou ik net zeggen, at the gym. Ja, en dat heb ik dan waarschijnlijk twee jaar gehad. Ja, het is eigenlijk een beetje jammer. Nou goed. Maar uh, toch hartstikke leuk. Ik zit nu zelf ook in Bali. Wat was het leukste van je vakantie? Laatst, zullen we dit heel kort houden. Eén tip. Uh, katten Cangu, Kattenhemel. Changu, Kattenhemel, Fila, Kattengemeenschap. <sus> en doner deze lieve mensen geld. Ja, en Changu, het zit heel dicht bij het strand. Het is echt een hele lieve mensen die katten verzorgen die verwaarloosd zijn. Oh, wat leuk. Kun je ja. geld geven? Ja, je Magelijk? kan geld geven. Ja, je doet het gewoon in een, in een, in een geloofje. Bij Changu. En heet het nog een andere naam dan Kattenhemel als je op uh, Google Maps intipt? Katfila uh, Changu. Catfree Letch Vind ik een hele goede tip. Oké, okay, wij gaan afscheid nemen. Ja. Um, deze podcast duurde al een uur langer. Dus als je die wilt terugluisteren, lieve kijkers. Dan uh, moet je die volgende week uh, in je iTunes store of op YouTube of uh, op Spotify. Dankjewel, je, 51 prachtige als je mensen. Als Een andere podcast met Lise wil luisteren. Er staan er al twee online van de Best Social Podcast. Aflevering 1 en aflevering 13 kun je ook met Lise korpushoek luisteren. Over de katten en over Tim Hofman. Heel flauw, TV. want ik zie allemaal dingen hier over Tim man. Daar okay. gaan we niet meer op reageren. Hey, mee. Bedankt. Doeg jongens. Was leuk. Doei. Keep the live. live. Oké, we zijn weer terug bij de normale podca podcast. Live, live, live gaan podcast. Oh, toch 1319 kijkers. Hallo. Nu. Delen we dat? Ja dat delen we. Gewoon Zo. lekker delen. Hoppa. Um, De outtakes. Zo, wat vond je ervan? Ja, vond ik leuk. Het heb be... jij ooit zo ingebeld met mensen? Uh, nou, dat heb ik dus laatst uh, pas geleerd eigenlijk. Ik ben wel wat inderdaad. Daar <lacht> heb je ook likes. Oh nee, ik ben live bijna niet meer. Ja, nee, ik uh, deed dat uh, laatst. Uh, een jongen die ik ken uh, op Instagram, uh, die opent altijd Pokémon kaarten. <laughs> ja, en uh, die gaat dan live met mensen samen een pakje openmaken. En wat? Maar waarom kijk jij dit? Omdat ik Pokémon... Uh, oh, sorry. Ja, ja. jij bent... Ik heb Pokémon <laughs> heel lang. Heel klonk oh, dit. Oh, jij. Ja, jij kijkt Pokémon oh, dingen, Lisa. Ever. Wat leuk. Yo, ik ben dol op gamen. Dungeon Dragons, Pokémon, alles leuk. Goed. Ja, nou, dus, dat is... Dus, dus daar moet dus Instagram... Ja, het Petra ook underscore <laughs> Petra. Nou, doe je Sorry. toch nog een keer. Dat was een grapje. Oké. Okay. Um, Jasper heeft eerder al nog een lijstje vragen voor je uh, nog voorbereid. Daar kunnen we eventueel mee afsluiten. Ja, laten we er we een flitsronde van Ja. Oké. Okay. Lize, stel je werd geboren in een parallel universum zonder social media. Wat zou je dan hebben gedaan in het dagelijks leven? Ik zou katten hebben verzorgd en allemaal uh, schilderijen hebben gemaakt. Ja. En tuinierd. Ik zou denk ik woestuinen. in een soort uh, zo'n circus voor freaks werken als hele lange man. Oh ja, ja je bent echt heel lang. Dat wisten jullie misschien niet. Maar Dierk is 7,20 meter. 20. Ja. Als er een Tinder zou zijn voor dieren, wie zouden dan de wat zouden dan de bio's zijn van Danny en Dirkie? Dit moet snel hè, Lize? Ja, ja, ja. ja. Uh, bij Danny zou het zijn cute en sassy en klaar uh, om gekieteld te worden onder oksel. En uh, bij Dirk zou zijn... Uh, ik. Ik zie er misschien een beetje uh, vreemd uit, maar wel lekker. Goed, hashtag Riva. <laughs> Geen reclame, joh. Sorry. Wat zou de next epic Snapchat filter kunnen zijn? Die net zo viraal gaat als Facewap en de recente Gender Swap. Oh ja, die was inderdaad heel erg leuk. Nou, ten eerste wil ik even een kleine. Hadden mensen bezwaar op, hè? Qua gender. Oh ja. Vond ja. Dat is dus niet goed. Nou, op het ene moment doe je alsof je heel makkelijk met gender aan het swappen bent. En op het andere moment doe je moeilijk over trans zijn en bla, dat soort dingen. Uh. Ja, oké, okay. daar nou, kan. Ja, oké. Okay. Straks ben je niet woken, dan moeten we dit weer censureren. Nee, je, je, uit je nee, uit de ik podcast. Sna ik, ik snap wat ze zeggen. Ik, ik, ik snap het, maar ik heb er nog niet zo over nagedacht. En als ik dat doe, dan kan ik een eh, ja, nou, ander standpunt aannemen. Ik vond het um, ook ontzettend leuk hoor. Ja, ik, ik had er gewoon lol aan. De next ik, one. Ja, goed. Maar nou, let uh, op. Nou. Kijk, ik wil alleen even zeggen tegen Instagram, jongens, als jullie luisteren, jullie kattenfilter is echt heel lelijk. Doe alsjeblieft daar iets aan. Uh, want ik wil geen zwarte lijnen boven mijn ogen. Uh, en daarnaast, wat kunnen mensen goed, wat is leuk? Ik denk sowieso eentje waarbij je echt legitiem er ouder uitziet. Ik denk dat dat sowieso een hit zou zijn. Ja, ik vind die Oma. apps heb ik ook wel geprobeerd. Ja, maar dat het echt goed, goed is. Ja, klopt. Ja, dat denk ik dat, dat mensen dat toch wel veel zouden heb delen. Heb je die baby geprobeerd? Ja, oh, dat was ik schattig zeg. Ja. Ik heb hem niet geprobeerd. Oh, ik vond mezelf schattig. Okay. Maar goed, dat zal iedereen wel hebben. Als je voor een dag een account mag overnemen, welke zou het zijn en wat ga je doen, posten? Um, ik zou, uh, ik zou die van, Ariel en Grande... Nee, uh, God, ik heb geen idee. Oké, okay, prima, gaan we door. Oh, ja. Je repnaam is Lil plus één van je favoriete accounts of bezigheden op social media. Wat wordt het? Um, Lil shit. duurt te lang. Maar ik we kunnen weg. Ik doe Lil stalky. Lil stalky, <laughs> leuk. Of Lil ergen me kapot. Oh. Dat is ook, dat is minder leuk voor jou, <laughs> ja. voor je energie. Um, ik zou zeggen: Leel. Leel, brrrr, brrrr, brrr, kids getting hurt. Uh, kids getting hurt? Oh. Heb je het over kijken naar kinderen die pijn hebben? Mm -hmm. Ik heb bij de leukste thuisvideo's gewerkt. Voor Zit Curtis. je met de judge daarom? Nee, maar ik heb dat te veel gezien. Ik heb te veel kinderen okay. zien vallen toen ik bij de leukste thuisvideo's. Ouders sturen dat zelf in. Dat vind ik er ook heel ja, fascinerend aan. Ja, exact. Daarom. Ja. En dan gaat die camera staat net even te lang op die mensen. Ja, ik ben niet snel. Ik, ik zeg uh, Leel, wat doe ik veel op mijn internet? Leel, uh, Leel, podbeen. Wat? Wat bedoel je? Podcast-app die ik veel luister. Oh, Leel Blinkist zou ik heten. Blinkest. Blinkest. Wat is dat? Dat is een app waarbij uh, samenvattingen van uh, non-fictieboeken staan. En ik ben er echt verzot op. Oh. Lil Blinkist. Blinkist dus. Zoals? Wat is de laatste die je gelezen hebt? Uh, die van Berné Brown. Berné Brown. Oké. Okay. Dat is een, een... Er komt een nieuwe politieke nee. partij. Partij van de social media of Forum voor de Social Media Democratie. Slash Digitale Democraten 66. Whatever. Jasper liet zich even gaan, denk Ja, ik denk het. Lang verhaal kort. Staat de partij voor het belang van social media en het verantwoordelijke gebruiker van? Welke Nederlander zou jij naar willen schrijven als lijsttrekker? Nou, sowieso Ancilla, want het klinkt een beetje alsof de piratenpartij. Oh, ja. Nou ja, is toch zo. Maar is zij ook social media... Ja, maar ja, misschien iets te activistisch voor deze partij. Maar naar voren zou ik willen schrijven: uh, Tim. Want Tim heeft altijd uh, wel goede standpunten. Ja. Uh, en dat, ja, eigenlijk gewoon Tim. Tim Hofman van TV. Wie is dat? Ja, dat is. <laughs> Wie kent hem wel? Ik zit zelf nog even te denken. En ik zou Dirk ik, ik en Nanny als lijsttrekker. Ik stem op een vrouw: Cato duif is. Oh, leuk. Ja, die mag er ook bij. Cato is... en Tim misschien samen? Ja, dan is Cato lijsttrekker en Tim. Nee, lijst... nee lijst... En dan Tim lijst Nou goed, whatever. Je kent het wel: duwen. We vragen uh, het aan meerdere gasten, ook omdat het vaak vermakelijke antwoorden oplevert. Misschien dat, zijn dit de notities van Jasper ik denk het. <laughs> Maar wat zijn de gekste DM's die jij wel eens hebt gehad? Oeh. Kun jij op tegen Gwen van Poorten? Ja, die heeft hele gekke dingen, Zo. Ja, um... Maar die doet allemaal dumperdreten dingen. Dus ja, dus genoemd. dan trek je veel mannen aan met een zeer kortzichtig wereldbeeld. Uh, sorry, dat vind ik. Nee, joh. Je mag die mannen best even beledigen. Um... Nou, ja, ik krijg vaak eigenlijk, ik denk omdat ik mezelf zo uh, open op internet zet, krijg ik uh, bijvoorbeeld net nog een vraag binnen over uh, over borstvergroting en over uh, ja echt en over Wat hoe je dan? een huis moet kopen, uh, hoe, hoe je, of, of in Noord wonen hoe je daar makkelijk een huis krijgt. Dus allemaal van die persoonlijke dingen vaak. Ja, is dat gek? Nee, ik vind het nee. echt wel leuk. Nudes. Met... Nudes. Oh ja, ik heb wel eens een paar pik gehad, maar wel echt bijzonder weinig. Maar dat komt denk ik omdat ik uh, dat niet echt uitlok. <laughs> Uh, Hoe lok je dat uit? Ja, nou, dat is wel echt waar wat je zegt, want je yeah. lokt het niet uit. Maar uh, ik heb het voor de geheim wel eens gezegd toen ik rugpijn had. Oh, als zijn nudes, that. weet je wel, ja. en toen kreeg ik ze wel. Ja, dat maar ik wil even mezelf. Keek ik keek ook niet echt van eerlijk te zijn. Ik wil even mezelf rectifieren met uitlokken, want iedereen moet natuurlijk gewoon doen wat ze willen. Maar mannen raken vaak getriggerd door vrouwen die zichzelf iets sensueler op internet zetten. Wat uh, totaal niet vraagt om een dikpik. Maar ik heb gelukkig weinig dikpiks En als je nu luistert en je wil je dik naar me zenden, uh, ja, wat is op, dan rot op? Oké. Okay. Ja. Volg Petra in ik. plaats van uh, Dick Picks zenden. Nee, <laughs> nee, ik bedoel nee, nee, niet. Nee nee nee. niet oh nee, 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 Wat zeg oh, jij? nee, 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 Zeg, oh, ik zou me dit allemaal voor te stellen nee ik bedoel meer gewoon als je toch iets op social media gaat <laughs> doen met Lisa ga dan je moeder volgen oh, ik het niet. in plaats van haar <laughs> dick sturen oh nee arme Petra ja, oh ik... dat, dat wil ik niet op mijn geweten hebben oh volgens <laughs> mij moeten we stoppen met dit seizoen jongens ja volgens we mij... moeten ja, afkopen. Het ja, kan alleen nog maar erger worden ja ik heb echt heel weinig uh, ik ben nog even door mijn dingen aan het gaan maar er zit echt uh, bijna niks je bijna je bent niks hele aan het gaan ik, allemaal leuke vrouwen die zeggen oh ik oh, ben ben knap Nee, nee, dat oh. nooit. Uh, wat gek is, want hallo <laughs> ja, maar, uh, ja, Mensen geven me ook vaak tips. Als ik dan... ja, het is allemaal gewoon heel erg persoonlijk. Dat vind ik eigenlijk wel leuk. Dickpics okay. zijn vrij onpersoonlijk. Kom je er nog doorheen? Waar doorheen? Beantwoord Al je alles. Nee, nee. Ik kom, nou, niet dat ik de hele tijd heel veel vragen krijg, maar um, ik ben ook wel iemand die dan uh, af en toe denkt... Uh, ja, dat is shit. is wel even ik, mooi geweest. Ja, ik <laughs> moet even rustig gaan doen, want als ik die verantwoordelijkheid echt voel, dan raak ik te gestrest. Dus dat, ja. ik, dat doe ik toch niet Snap altijd. Ik wel. Nou. Um, ik leuk. heb het wel gehad met je. Ja, ik heb het ook wel gehad met mij. Ik heb echt heel veel geluld. Ik moet plassen, ik heb ja, dorst. Volgens mij zijn we ook echt al lang je? bezig. Ik voel me echt goed. Ik moet zeggen dat ik het echt wederom heel gezellig vond. Ja, het was echt, ik bijna echt denk, gezellig. Kunnen we niet elke week <laughs> uh, eventjes online <laughs> gaan? Satilly. Ja, ik vond, ik vond het echt, uh, echt ja. heel erg leuk. Ik zie wel dat we nog volgens mij een tweet hebben die ik eventueel kan ja, voorlezen. per afsluiting. Aan je. Ja. Oké, okay, ik ben slachtoffer van identiteitsfraude. Iemand op Marktplaats gebruikt mijn foto en naam. Lise Corpushoek trapte er niet in. Ouders een tweet die we kunnen behandelen. Ja, ik heb haar. Vertel even dit verhaal, want volgens mij hebben we even context nodig. Nou, ik zal het dat vertellen. als uh, Ja, ik uh, ging een tijdje geleden uh, wat koop, nee, wat verkopen op uh, Marktplaats. Uh, het is ook overigens terug te vinden in mijn Stories. Ik heb het ook gepint. Onder... Oh, dit verhaal ja. is fantastisch. Ja, ja en uh, wat er gebeurde was: ik kreeg een berichtje binnen met Hallo. Ik ben geïnteresseerd in jouw oplaadblok of zo. Het was echt iets, of weet ik veel, een stekker. En ik, uh, en deze, en dat ik al dacht, nou ja, oké. Okay. Uh, en die persoon wou er. Nou, niet, het ging echt om 7 euro of zo. Mm. En toen uh, zei ik nee, is goed. Uh, joh, lekker koop het. En met verzend er erbij ook zeven euro ik van het ding af. En toen zei diegene, Bianca heette ze. Hey, uh, kun je eventjes uh, via de WhatsApp doen? Nou, toen dacht ik, oh, oké, okay, nou is goed. Maar toen begon het al een beetje te jeuken natuurlijk. En toen op WhatsApp uh, werd het een beetje raar, want toen moest ik in één keer uh, via een link gaan betalen. Uh, en toen was ik wel heel nieuwsgierig, dus ik heb op de link gedrukt. En toen zei ik, nou, sorry hoor, maar die link doet het niet. En uh, toen ging ik gelijk googelen, Internet-savvy als ik ben. En toen kwam ik er inderdaad achter dat de, dat telefoonnummer geregistreerd stond als fraude. fraude. Dus uh, toen uh, stuurde... Toen ging ik... Ja, en toen vond ik ook zelfs die foto op internet van Bianca. Die en, zelfs WhatsApp-foto heeft. Ja, en toen zei ik van, nou, le leuke... Lekker mooie, gegoogelde WhatsApp-foto. En toen zei hij van... Uh, ja. Hij? Ja, het was uiteindelijk een hij. Oh. Uh, die zei van... Uh, ja, stuur je alsof. Ik weet ook niet of jij echt bent toch? Ze probeerde nog heel erg hoog te houden. Ik zie alleen maar je kat. En toen stuurde ik een foto van mij en mijn kat met zo'n duimpje. Ja, hoor wij zijn echt. En uh, vervolgens uh, ging het nog wel even door met duwen. En toen sloeg het om: met dat hij toegaf dat hij inderdaad vrouwen probeerde te pregen. en ging hij me versieren. Ja, ging hij zeggen: van je ziet er wel goed uit. Nou! Dat uh, krijg je dus als mensen jou niet normaal gezien volgen. Dat als je vreemdelingen toelaat in jouw uh, ja, social media. En bestaan. toen ging hij me versieren. Dus het was een heel rare switch ja. van zeg maar, nog heel lang voorhouden... dat hij uh, Bianca was van uh, in de dertig. En in één keer was het toch gewoon uh, Blog gast. was echt een enorme hit bij ons. Nou, ja, heel en... veel mensen hadden ook soortgelijke verhalen. Hè? Ja. Ja, ja, het is, maar het grappige was dat die dag dus net in volgens mij de Volkskrant een heel artikel was geplaatst over fraude via Marktplaats. Dus ik had een heel soort van... Oh, uh, een soort uh, campagne voor de Volkskrant en de Marktplaats. Ja, gebrouw, ik had ja. het helemaal Slim. per ongeluk op ja, de dag. Wat Bianca dus in de tweet zei, uh, dat ze inmiddels Janneke B heet. Dus als mensen... Wanneer was dit? Oh, 25 januari. Oh, oh, sorry, oh nee, dat ja, ja, is veel te oud. Het is easy. gewoon iets wat we even konden aanhalen wat nog in stond. Ja. Um, ja, nou Lise, wil jij nog iets kwijt? Ja, mijn plas in het toilet. Ja, ik ook. Dus, ja. precies. <laughs> um, wil jij nou thuis nog wat kwijt over Leezen? Of over de Awards? Wil je jezelf uh, volgend seizoen terug horen in de podcast? Of iemand anders? Zijn er specifieke mensen die jij dus te gast wil hebben uh, volgend seizoen? Nou, laat het ons weten. Stuur een bericht in onze DM's of app naar 06-23-99-2158. Ik zal je even de tijd geven om je telefoon erbij te pakken. Pak maar. Ja, even een je scherm. Klik. Ga naar dat groene icoontje van je telefoon. Of hoe ziet dat er bij Android eruit? En begin maar met te typen. De best social podcast is onze naam. En dan het nummer. 06 En dan beloven wij helemaal niks. Um, vergeet ook geen ongefilterde review te plaatsen op iTunes. Of sterren uit te delen. Ja, want dan worden we meer teruggevonden. En dat ja. is gewoon tof. Want dan en geniet er... van social media maar wel met mate. Precies. En uh, dat zit erop, joh. Wat, uh, wat een raar gevoel. Nou, dit is het voor seizoen 2. Ja. Uh, Lise, ik wil je wederom heel erg bedanken voor deze derde Kokkie en peppie-aflevering. Ja. Um, Supergezellig. Vond ik ook. Uh, ik wil Lieke ditmaal bedanken voor de opnames. Lieke, Morgen. Ik wil natuurlijk uh, mijn lieve Jasper en Cateau bedanken. Jasper en Cato. De verdere redactie van de Best Social en de Best Social Media. En de ik wil de luisteraars vooral heel erg bedanken, want wow. Um, Jullie waren opeens verdubbeld dit seizoen. En nee. uh, we hebben er heel veel lol in gehad. En sorry dat we even stoppen. Maar uh, dan wordt het volgend seizoen veel leuker als we er heel even uitgaan. We willen dag en nacht bedanken. Ja, tot volgend seizoen. Kaneel? Iets met Kaneel? Oh nee. Nee, nee, nee. nee, nee dat doen we niet meer. Hé, hey, bedankt. <laughs> Doei. Doei.